Self-determination, it's the ability to choose. And I think that that's what we all should have a right to, and that's what we're all fighting for. Public debate is vital in a democratic society because if the public doesn't take part, then the politicians take over and decide everything for themselves. And a place like the Bali is important because that's where the public gets to say what they think and shape their opinions and listen to debate. It's incredibly important that people continue to speak out in this way. Acknowledge the limitations and taking responsibility for questioning the limitations. With knowledge comes a certain beauty. We are then in a position to take action on that. Particularly in this very noisy, fast culture, what documentary does, I think, is to take time to make meaning. Documentaire films en kunst in het algemeen is soms een plek waar de mening en waar de positie belangeloos is. Je mag er gewoon zijn, je mag leren. En de Bali is zo'n plek. Ja, goedenavond iedereen. Hartelijk welkom, welkom in de Bali. Mijn naam is Tim Wagemakers, ik ben programmamaker hier. En ik moet zeggen dat ik enorm uitkijk naar deze avond. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 21 maart. We naderen de laatste maand. Hè. De lijsttrekkers beginnen misschien al een beetje dat ze denken, goh, weer zo'n debat, maar hou die energie vast nog een tijdje, want we hebben nog een hoop te bespreken. Dit is deel 3 van de 1-op-1 debatten die wij organiseren. En nou, die zijn echt bedoeld om lijsttrekkers en politieke partijen de kans te geven om samen met een debatpartner hun politieke ideeën uit te leggen en hun ideeën voor de stad neer te leggen. En we hebben vanavond denk ik een mooie line-up. We hebben Jonas van Lammeren van de Partij voor de Dieren, die in gesprek gaat met Jelle de Graaf van de Piratenpartij. En we hebben Sylvana Simons van Bijeen, die in gesprek gaat met Don Zeder van de ChristenUnie. Ja, en dit applaus was natuurlijk voor alle vier, hè? Dat begrijpt u. Ja. Ja. We hebben partijen gekozen trouwens die iets te bespreken hebben met elkaar. En u zult misschien snappen dat bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren en de Piratenpartij, nou, dat is niet SP tegen Forum voor Democratie of SP tegen VVD. Maar wij denken wel dat het interessant is om juist een partij die al in de raad zit en die de afgelopen 8 jaar weet hoe het is om als eenmansfractie dingen voor elkaar te boksen, te laten spreken met iemand, een partij die juist voor het eerst hoopt in de gemeenteraad te komen en daar de idealen te verwezenlijken. En we hebben natuurlijk ook Sylvana Simons in gesprek met Don Zeder. Wat denk ik interessant is, omdat zij beide hebben laten zien tijdens de Tweede Kamerverkiezingen, als dat een graadmeter is, dat zij een enorm electoraat in bijvoorbeeld Zuidoost in Amsterdam hebben. En ik ben heel benieuwd naar hun visie op de stad, waarin we misschien soms iets te veel focus op de binnenstad en soms iets te veel andere gedeelten van de stad wegdrukken. Hoe gaan we het doen? Elke partij heeft een onderwerp meegenomen. Dat gaan we bespreken. Dus het zijn 2 onderwerpen per debat. Elk debat duurt 30 minuten. En het is mijn taak om dat in goede banen te leiden. Ik zal af en toe ook het onderwerp iets verbreden of proberen nog iets anders in het gesprek te gooien. En na die 30 minuten ligt er ook een taak voor u. Want dan hebben we 10 minuten elke keer voor vragen vanuit het publiek. En nou ja, een vraag is een zin die eindigt met een vraagteken. Dus ik zou u willen vragen om goed na te denken waar u nou echt antwoord op wilt hebben. Dat kan een onderwerp zijn wat we al besproken hebben, of een onderwerp dat nog niet behandeld is, maar waar u nou echt vanavond voor naar de Bali bent gekomen, dat u dacht, dat wil ik horen. Nou, dan krijgt u de kans. En als u uw vraag kort houdt, dan kunnen we in die 10 minuten 3, 4, misschien 5 vragen doen. En gelukkig hebben we altijd nog de bar na afloop om andere vragen te bespreken. Want we zijn iets, nou, we zijn denk ik rond 10 uur klaar. Dan gaan we naar de bar toe en om het na te bespreken. Ik heb al enorm veel respect voor Jelle de Graaf. Die moet nog politiek handwerk doen na zijn debat. Die moet een amendement doen. En die gaat heen en weer, zodat hij tijdens de bar, als u er staat, ook weer de eerste om uw vragen te beantwoorden. Dus ze zeggen wel eens dat de landelijke fractievoorzitters die hier ook zijn, hard voor de politiek hebben. Maar ik vind eigenlijk dat de lokale lijsttrekkers de afgelopen maanden hebben bewezen dat zij echt met iedereen constant overal in gesprek willen gaan om hun punten te maken. En ik wil toch even benoemen hoe mooi het eigenlijk is dat we in Amsterdam
mensen hebben die hun nek uitsteken om te gaan voor waar ze voor staan. Dus dat is de ondertoon, denk ik, die we in deze avond moeten vasthouden. Laten we snel beginnen. Hij zit sinds 2014 als eerste volksvertegenwoordiger van de Piratenpartij in de bestuurscommissie van Amsterdam-West. Hij initieerde daar onder meer een bewonersforum en de Stem van West. En hij hoopt nu ook via de gemeenteraad Amsterdam te gaan democratiseren. Geef hem een warm applaus. Jelle de Graaf van de Piratenpartij. Ja. En als tweede, het Parool schreef begin december dat hij misschien wel een van de belangrijkste één zetelpartij is in Amsterdam, die veel voor elkaar heeft gekregen. Zo kreeg hij voor elkaar dat de verspilling van de reclamefolders nou eindelijk is ophoudt. Want in plaats van dat uw nee-nee-sticker moet opplakken, doen we het andersom in Amsterdam vanaf nu. En dat komt door Jonas van Lammeren, namelijk een ja-ja-sticker als u dat wil. Hij zit al 8 jaar in de gemeenteraad, geef hem een warm applaus. Jonas van Lammeren. Ja, voordat we de twee thema's induiken die u heeft meegenomen, dacht ik dat het goed was om even een beetje context te scheppen. Meneer de Graaf, om bij u te beginnen. Ik heb uw verkiezingsprogramma gelezen en daarin viel mij een zinnetje op. Daar staat namelijk dat uw verkiezingsprogramma is samengesteld door Amsterdammers en dat u dat als een levend document ziet waar constant nieuwe ideeën in ter sprake kunnen komen. Wat zegt u dan tegen een Amsterdammer die zegt, ja maar wat is nou echt het Piraten-DNA, dat ene standpunt wat echt onveranderlijk is, daar kan iedereen van alles van vinden, maar dat is wat de Piratenpartij de Piratenpartij maakt? Ja, we hebben 3 uitgangspunten en die vormen de basis van alles wat in het programma staat en ook voor alle eventuele aanpassingen die er gedaan zullen worden met Amsterdammers. Dat is democratisering. We vinden dat Amsterdammers niet eens in de 4 jaar, maar de hele tijd door mee moeten kunnen praten. Het tweede is burgerrechten voor alle Amsterdammers. Het kan niet zo zijn dat je afkomst of je verblijfstatus of je gender, je seksuele voorkeur, je inkomen bepaalt welke rechten je hebt. Burgerrechten zijn er voor alle Nederlanders, voor alle Amsterdammers. En het derde is de commons. Dat is een alternatief economisch model waarbij niet altijd vadertje staat of de vrije markt bepaalt wat er in de economie gebeurt. Waarbij ook gemeenschappen van mensen zelf dat kunnen doen. Ja. Bijvoorbeeld mensen die hun eigen energie opwekken en dat zelf met elkaar organiseren. En u staat nu met kandidaat raadslid voor de Piratenpartij. U heeft ook dus gezeten in Nieuw-West, in de commissie daar. Gewoon West. Er is nu weer een we gaan op 21 maart ook stemmen voor de nieuwe stadsdeelcommissies. Ja. Gaat u daarvoor ook op een lijst staan? Nee, we doen niet mee met de verkiezingen voor de stadsdeelcommissies. We hebben ons het afgelopen jaar hard uitgesproken tegen het nieuwe bestuurlijk stelsel. Dat maakt eigenlijk een einde aan elke lokale democratie. Die stadsdeelcommissies zijn puur adviserend en we vinden eigenlijk dat je dus ook niet als politieke partij daaraan mee moet doen. Wat we wel doen is dat we bewoners die meedoen aan die verkiezingen, dat we die adviseren met hun campagne en dat we die ook trainingen aanbieden om beter voorbereid de strijd aan te kunnen. Helder. Meneer van Lammeren, ik noemde het al even, het Parool schreef dat u misschien wel eens in een versnipperde uitslag een belangrijke stem kan hebben in coalitievorming. Nou, de stemmer is nog aan zet natuurlijk, maar u presenteerde vandaag uw verkiezingsprogramma en wat mij opviel was dat u een programma heeft wat links is. En waarbij ik me eigenlijk, het verbaasde me dat het linkse pact wat hier gepresenteerd is met GroenLinks, SP, PvdA. Ik dacht, daar had u ook zo bij gekund. Waarom bent u niet in dat linkse pact beland? Nou, laat ik het zo zeggen. Mijn moeder zei altijd dat je, als je naar een feestje gaat, moet je daarvoor worden uitgenodigd. U bent niet gevraagd om daar mee te doen? Ik ben daar niet in gevraagd. Ben ik daar rouwig om? Nee, de kiezer is aan zet. Ik denk dat het onverstandig is om nu al pakten te gaan sluiten. Ik denk dat de Amsterdammer wijs genoeg is om zelf een keuze te maken. Wat mij wel opvalt de laatste tijd is dat het de hele tijd wie gaat met wie naar bed na de verkiezingen, zal ik maar even zeggen. Ja. Yo, ik wil gewoon uitleggen wat Partij voor Dieren voor de stad gedaan heeft. Wat Partij voor Dieren met de planeet en wat Amsterdam daarin kan betekenen van plan is. En ongeacht de verkiezingsuitslag, ik zal een zetel moeten behouden minimaal. Nou, ja, ik hoop wel dat dat gaat gebeuren. Gaan we daarvoor knokken en of dat en iedereen die daarin mee wil doen, doe alsjeblieft mee. Had ik bij het linkse pak moeten zitten,
ik weet het niet. Laat de grote partijen dat even samen uitvechten, zou ik zeggen. Ja. Het gaat mij veel meer om uit te leggen aan Amsterdam wat we van plan zijn. Tot slot, u zit nu 8 jaar in de gemeenteraad als eenmansfractie. Er zijn een aantal andere eenmansfracties. Het lijkt erop dat er flink wat nieuwkomers in de raad komen, of de kans daarop is aanwezig. En er wordt ook wel gesproken over versnippering. Vindt u dat een goede tendens? Heeft de gemeenteraad wat nieuw bloed nodig? Of baart u dat ook een beetje zorgen voor de gemeenteraad na de verkiezingen? Nee, totaal niet. Gezondheid. Ik denk dat het heel goed is. Waarom? Zolang die partijen, de mensen, en zoals ik de gemeenteraad ken, dat zijn allemaal mensen die het beste voor hebben met de stad. Partijpolitiek speelt echt een ondergeschikte rol in de Amsterdamse gemeenteraad. Hier en daar een uitzondering helaas bij sommige stemmingen. Ik denk dat het goed is dat Amsterdammers zich vertegenwoordigd voelen. En als dat betekent dat we straks 11, 12 partijen, zo gek is dat niet, Den Haag heeft dat ook, in de raad krijgen, is het prima. Zolang de inzet van die verschillende raadsleden die de raad inkomen open en willen samenwerken en niet mensen uitsluiten. En dat slaat eigenlijk meteen weer terug over de hele discussie dat een aantal partijen nu al zeggen, we gaan niet samenwerken. Ja, hoe ga je dat doen dan als ik Amsterdammer zeg, ja, maar dat willen we graag. Ja, ja. Dan wil ik toch hem nog één keer naar u brengen, want u zegt wel degelijk, we willen een partij uitsluiten. Volgens mij is er één partij, dat is een neofascistische beweging. Daar hebben we het nu over, Forum voor Democratie. Een racistische partij. En racisme is volgens mij verboden in Nederland. Racisme, dat is uitsluiting. En een partij die zo duidelijk structureel racistisch is, daar kan je als democratische partij niet mee samenwerken. Oké. Dan wil ik u nog vragen om er één keer op te reageren en dan duiken we de thema's in. Hoe luistert u hiernaar? Want u sluit Forum voor Democratie wel niet uit? Ja, het is een hypothetische vraag natuurlijk. Ja, het verbaast mij overigens wel, en dat is een beetje het PVV-effect wat dan nu Forum heeft. Ja. We zijn echt nog geen 3 minuten in debat en het gaat over Forum. Ik wil het er helemaal niet over hebben. Nee. Ik wil met mensen in de raad zitten die het beste voor hebben met de stad. Op het moment, en ik hoop dat iedereen de Partij voor Dieren daarin kent, op het moment dat iemand personen, of als er een partij personen of bevolkingsgroepen uitsluit, heb ik daar geen samenwerking mee. En dat is wat ik bedoelde. Ik wil samenwerken met mensen die zich inzetten voor alle Amsterdammers. Ja, dus eigenlijk zegt u hetzelfde, maar... Ja. Ja. En laten we alsjeblieft het niet meer over Forum voor Democratie hebben. Goed. Laten we dan naar de onderwerpen toe gaan. Er zijn 2 onderwerpen. U wilde het heel graag hebben over klimaat en hoe we daar in Amsterdam, hoe we zorgen dat we het Parijsakkoord bijvoorbeeld gaan halen. U wilde het hebben over democratisering. Als we met u beginnen, kunt u kort uitleggen waarom dat voor u zo'n belangrijk onderwerp is en wat u concreet daarmee wilt? Ja, wat je eigenlijk ziet is dat we een politiek systeem hebben uit de 19e eeuw. Eens in de 4 jaar kies je mensen en die krijgen daarna 4 jaar lang carte blanche om te doen met, in dit geval de stad, wat ze willen. Wat ik veel meer voor me zie is een samenspel tussen, ja, gekozen politici, maar ook bewoners en experts. En daar zijn allemaal manieren voor om dat voor elkaar te krijgen. In Amsterdam-West, je zei het net al, hebben we een bewonersforum georganiseerd. We hebben een groep bewoners geloot die een goede vertegenwoordiging vormden van Oud-West. En die hebben met elkaar gepraat over de problematiek van de drukte rondom de Hallen. Dat is een van de snel veranderende stukken van Amsterdam. En als politiek wisten we dat maar niet te doorbreken. Toen hebben we bewoners daarover laten praten. En hebben we tientallen goede ideeën op een rij gezet over hoe we de drukte daar kunnen aanpakken. En sommige van die ideeën die duren langer, maar sommige hebben we ook al gelijk kunnen invoeren. Of de Stem van West, dat is een online platform dat we hebben gelanceerd. Daarmee kunnen bewoners direct bepalen wat er op de politieke agenda staat. En dit is zo'n succes dat nadat eerst Nieuw-West volgde en Oost volgde, inmiddels alle stadsdelen een stem van gaan lanceren. En dat ook de centrale raad voor de raadscommissies een stem van wil lanceren. Mij lijkt het heel erg goed dat bewoners kunnen bepalen wat er op de politieke agenda staat, zodat dat niet langer het alleenrecht van politici is. En wat is nou het belangrijkste dat u zou willen in de gemeenteraad om die democratisering voor te zetten? Volgens mij moet je op allerlei manieren zorgen dat bewoners vanaf het begin kunnen meepraten over wat er gebeurt in de stad. Vanaf het begin kunnen meepraten over beleid en dat ze niet pas als beleid helemaal is uitgedacht door politici op het einde nog eens er een mening over kunnen hebben of door politici weg te stemmen na 4 jaar of door een referendum. Dus echt politiek als constant dialoog tussen bewoners en politici. Ja, meneer Van Lammeren, u loopt al 8 jaar mee in de Amsterdamse politiek. Herkent u het verhaal van Jelle en ziet u die oplossing? Ja,
Piratenpartij heeft hier gewoon een punt. En dat punt is dat wat er nu gaat gebeuren met de stadsdeel, commissies heten tegenwoordig, het bestuurlijk stel, dat is echt een drama. Ja. En het erge is dat de coalitie ook toegeeft dat wat hier op tafel is zo lelijk is, de VVD heeft het zo lelijk weten te maken, en de SP, dat we hierna het gewoon gaan afschaffen. Ja. Dat is ook de inzet, daar wordt niet ingeschreven. Ja, dat is het doel. Het doel is het zo lelijk te maken dat niemand het wil hebben en dan gaat het afschaffen. Dan ben je echt als gemeenteraad verkeerd bezig. En ik weet, voor degenen die dat niet weten, ik vind het plan wat nu ligt, dat sluit bewonersparticipatie uit. Helemaal doordat de Democraten 66 het ook nog hebben mogelijk gemaakt dat de grote politieke partijen met lijsten mogen meedoen. Dat betekent dat je nu echt elke Amsterdammer buitenspel zet. Dus dat daar wat moet veranderen, hier heeft Piratenpartij absoluut een punt. Maar waar stemmen we dan op 21 maart op? Want de mensen die hier zitten moeten ook dan stemmen op hun stadsdeelcommissie. Ja, dat heet dan tegenwoordig, dat heette eerst adviescommissie, maar dat was te verwarrend. Dus dat heet dan nu bestuurscommissie of ja. Ik weet niet eens hoe het heet. U mag straks stemmen. Volgens mij was adviescommissie helemaal geen verwarrende naam. Nee, dat maar is dat heeft, precies maar wat goed, het is. Dat ben ik dus helemaal met u eens. Maar u mag stemmen straks in het stadsdeel op iemand die formeel niks te zeggen heeft. En dan zegt D66 onder andere, ja, want dat is dan heel erg transparant. Stemt u gewoon niet. Stemt u vooral op een Amsterdammer. Stemt u niet op een lijstzame advies. De Partij voor de Dieren doet er ook gewoon niet aan mee. Gewoon omdat ik niet dit systeem überhaupt wil onderschrijven. En we zullen de stad, want de lokale democratie is gewoon, nou, vermoord is een sterk woord, maar is echt schade aangedaan tijdens deze college. Maar waar ziet u dan, met al uw ervaring in de gemeenteraad, nog een weg of een mogelijkheid om de komende 4 jaar democratisering vorm te geven, verdere democratisering? Ja, waar het om gaat is dat Amsterdammers, die hebben inspreekrecht. Wat er nu gaat gebeuren, dat ga ik u voorspellen, is dat die adviescommissies, ja, daar kun je bij terecht als Amsterdammer, maar die hebben totaal geen invloed, want die mogen advies geven aan de bestuurscommissie. Het probleem is dat de bestuurscommissies zijn superambtenaren in dienst van het college. Dus die superambtenaar, die gaat echt niet naar zijn baas toe om te zeggen van ik ben het niet met je beleid eens, want dat is gewoon zijn baan. Ja. Dus dat is een heel slecht teken. Wat er gaat gebeuren is dat Amsterdammers, en ik hoop ook dat dat in grote getalen gaat gebeuren, naar de gemeenteraad komen, daar alle commissies helemaal vast laten lopen door de inspraak, en dat dan het college op dat moment, het geïnstalleerde college op dat moment, kan zeggen, jongens, we moeten echt beter naar de Amsterdammer luisteren. Maar Jonas, als we dit nu al zien aankomen, we weten gewoon dat dit bestuurlijk stelsel, dat het niet gaat werken. Waarom zouden we dan wachten tot een college is aangetreden, tot het einde van 2018, zoals in jullie programma staat, om dan eens te gaan evalueren hoe het loopt, als ze nu al weten dat het geen succes wordt? Nee, dat staat niet in mijn programma. Dat is ook nooit mijn bijdrage geweest. En dat weet jij of geen ander, Jelle. Gisteren dat programma is op jullie website verschenen. Ik heb het gelezen. Er staat eind 2018 gaan we kijken hoe het loopt. En dan gaan we dan proberen wat we kunnen doen om de participatie alsnog van de grond te krijgen. Maar wat ik voorstel is, laten we zo snel mogelijk met alle partijen die zometeen in de raad zitten. En volgens mij is er een ruime meerderheid tegen dit bestuurlijk stelsel. Want er zijn zat raadsleden die ermee hebben ingestemd. Alleen omdat het nou eenmaal in het coalitieakkoord stond. Niet omdat ze er nou echt achter stonden. Laten we dan op dat moment gelijk gaan praten, los van de collegeonderhandelingen, met alle partijen over hoe een democratisch stelsel er in Amsterdam uit moet zien. Maar Jelle, dat is wat ik zeg. Als wij de kans krijgen, als er een meerderheid is. Want het probleem is niet, er zijn heel veel partijen tegen, alleen de oplossing wat het wel zou moeten zijn, is, sommigen willen het helemaal afschaffen. Hè, dus je schaft gewoon alle stadsdelen, nou niet de stadsdelen af, maar al die commissies af. En anderen zeggen, we moeten het veel meer democratiseren. Als er een meerderheid is, en ik hoor in dat kamp, om dat morgen te veranderen, als je mijn bijdrage hebt gezien, dan ben ik daarvoor. En ik ga dan geen 4 jaar wachten. Maar ik ga je voorspellen, ik ben bang voor de toekomst, dat dit wel de uitkomst is. Nou, maar jij vindt mij, en dat heb ik al gezegd, stap, aan mijn je eerste zijde. Stap in, dat was een vraag van Tim eerder. Wat is het eerste wat je gaat doen qua democratisering? Mijn eerste voorstel zou zijn, laten we als gemeenteraad uitspreken, dit onderwerp, het bestuurlijk stelsel, dat wordt losgetrokken van de collegeonderhandelingen. Dat gaan we met Amsterdammers gaan bedenken hoe het bestuurlijk stelsel van Amsterdam eruit moet zien, zodat we kunnen zorgen dat Amsterdammers echt invloed krijgen op wat er gebeurt en niet alleen laffe adviezen kunnen uitbrengen. U heeft nog zelfs verdere voorstellen, want ik las, u wilt de gemeenteraad uitbreiden. Ja. U wilt een stadspaspoort, zodat mensen vanaf 16 jaar kunnen stemmen. Mensen vanaf 16, ongedocumenteerde vluchtelingen, expats, alle Amsterdammers.
U wilt ook dat bewoners het laatste woord krijgen over de gemeentebegroting. En, ja. En daar vroeg ik me af. De gemeentebegroting is volgens mij, en ik kijk ook even naar u, zo'n dossier wat de afgelopen 8 jaar soms nog wel eens voor wat hoofdbrekens heeft gezorgd. En toch zegt u, de bewoners moeten daar het laatste woord afkrijgen. Hoe ziet u dat voor zich? Ja, nou, ten eerste, het is een probleem dat de gemeentebegroting totaal ondoorgrondelijk is op dit moment. Dus dit dwingt om die gemeentebegroting helder te krijgen. Hoe ik het voor me zie is als volgt. De gemeenteraad en het college doen een voorstel voor een gemeentebegroting. We loten 1000 Amsterdammers die een goede afspiegeling vormen van de hele stad. En zij krijgen die begroting naar zich toegestuurd en kunnen zeggen, dit is wat we eraan willen aanpassen, hier zijn we nog niet tevreden over. En dan kan het college, als een soort Eerste Kamer dus eigenlijk, dan kan het college net zo lang nieuwe begrotingen blijven sturen, totdat een goede vertegenwoordiging van de Amsterdammers het hiermee eens is en zich kan vinden in de plannen van het college. Meneer Van Lammeren? Sympathiek, totaal onuitvoerbaar. Ten eerste. Lafjes. Ja, ik word op Twitter heel vaak voor laf uitgemaakt. Dat doet me tegenwoordig laten niet zoveel. Laten we Twitter er niet bij houden. Nee, en hoe vaker, dan denk ik, dan neem ik tenminste stelling. Ten eerste, met een loting sluit u de rest van Amsterdam uit. Dat vind ik al vrij bijzonder, want je mag dan loten om mee te doen. Waar het om gaat is, we hebben een begroting nodig. En een begroting, ja, dat hebben we wel. Een begroting is... Met een loting sluit je geen mensen uit, daarom klik ik nee. Nou, met loting sluit je wel mensen uit, want dat betekent dus dat als je niet bent ingelopen, mag je niet meepraten over de begroting. Zou ik een hele slechte vorm van mensen erbij houden hebben? We gaan het zo over loting hebben, denk ik. Maar waar het mij om gaat is van, je moet gewoon een begroting maken. En Amsterdammers moeten een professioneel bestuur hebben die niet vechtend en rollenbollend over straat gaan. En ik vind dit gesprek al zoveel beter dan de landelijke lijsttrekkers, want dat was echt een drama. Niet moeilijk. Maar waar het om gaat is, je kan ook op een gegeven moment, een Amsterdammer moet kunnen participeren, maar als hij dat niet wil, hoeft hij ook niet elke keer, want op een gegeven moment mag je het ook overlaten aan een bestuur. Want er zijn heel veel Amsterdammers die zeggen, ik wil gewoon op een goede partij met een goed ding, met een goed programma kunnen stemmen. Ik wil dat die mijn ideeën zoveel mogelijk uitvoeren. En als je veel meer eigen ideeën hebt, start je een eigen partij. En je moet kunnen inspreken, je moet daar mee in kunnen participeren. Dat zijn we helemaal eens. Ja. Maar om nou elk besluit terug te leggen bij de Amsterdammers, zeker bij een begroting die gewoon een hele vaste cyclus kent, omdat het ook een wettelijk document is, waarin je plannen wil kunnen maken, waarin je de toekomst moet kunnen plannen, waarin je wil kunnen verduurzamen, waarin je gewoon ook programma's kunnen uitvoeren, als we daar elke keer, elke Amsterdammer, en u zegt, elke keer terugsturen totdat ze het eens zijn, dat betekent dat we wel eens de stad op slot kunnen zetten. Dus ik snap uw idee, ik vind hem sympathiek, ik denk alleen dat de uitvoering hier en daar wat vertraging heeft. Tot slot, voor we naar het volgende thema gaan, wil ik u het woord geven om nog te reageren op, eigenlijk overvraagt u niet ook de burger van Amsterdam die dan dus elke keer daar doorheen moet gaan worstelen? Het mooie hoe die loting werkt is, je loodt eerst een grote groep van mensen, gewoon een willekeurige groep Amsterdammers. Een aantal van die mensen zullen inderdaad zeggen, nee, ik wil hier niet over meebeslissen. Dat is prima, dan blijft er een groep over en daar doe je een selectieve loting overheen, zodat alle groepen die in de stad wonen goed vertegenwoordigd worden. En op die manier zorg je dat dus, dat er goede democratische waarborgen zijn, dat iedereen in de stad vertegenwoordigd wordt en dat bewoners zelf, in plaats van beroepspolitici, niet het eerste woord hebben, niet al het ingewikkelde technische werk hoeven te doen, maar wel het laatste woord hebben over de gemeentebegroting. En mij lijkt me dat een groot goed. Zal ik u zeggen hoe wij het organiseren als Partij voor de Dieren? Bij elke begroting, want het is een levendig document. Hij wordt wel leesbaarder, dat mag je de wethouder der Financiën daar mag je hem een compliment voor geven. Wij proberen met zoveel mogelijk maatschappelijke instellingen in contact te treden en zeggen, joh, wat wil je anders zien? Ik kan het AGO-zwembad nog herinneren. Dat was een zwembad voor gehandicapte kinderen en dat werd wegbezuinigd. Nou, daar zijn we in contact gekomen, wat kunnen we doen? Zo doen we dat steeds. Elke politieke partij zou dat moeten doen. Het loting op loting systeem, want u gooit er nu nog een loting bij. Het lijkt me gewoon praktisch onuitvoerbaar. Goed. Het allerlaatste woord dan nog één keer voor u op dit onderwerp. De grondwet van IJsland is op deze manier tot stand gekomen. Ja. Dus ik denk dat het met de begroting van de gemeente Amsterdam ook moet kunnen lukken. Goed. En de grondwet wordt één keer vastgesteld en de begroting van Amsterdam kent een heel vast jaarlijks cyclus. Ja.
Ik vind sowieso, het is een onderwerp wat we zelden bespreken, de begroting. En misschien wat vaker zouden moeten doen om de stad te begrijpen. Meneer Van Lammeren, u wil het hebben over klimaat. Ja. Nou, dat verbaast me in zekere zin niet helemaal. Maar waarom is dat voor u nu zo belangrijk? En op wat voor punt staan we als gemeente nu? En wat moeten we nu echt gaan doen volgens u de komende 4 jaar? Nederland is het smerigste jongetje van Europa. En Amsterdam doet daar heel hard in mee. Dat is waar we staan. En de thema's van deze verkiezingen gaat over drukte in de stad, over bouwen. Er zijn weinig partijen die zich tegen de extreme bouwambitie verzetten. Wij zijn er één van overigens. De enige waar ik over ging, en ging gisteren over, wordt het 40, 40, 20, 65, 25, 10. Ja, dat is welke de verdeling van de woningvoorraad, hè? Ja. En het gaat over racisme. Dat is ongeveer waar dit. Wat ik niet hoor, en dat was bij de Tweede Kamer ook, is van deze planeet heeft echt een probleem en dat veroorzaken wij als mens. Wij gebruiken te veel grondstoffen, we vervuilen de lucht te veel, we stoten te veel CO2 uit. En Amsterdam heeft daar een waanzinnig belangrijke rol in, omdat het gaat helemaal niet top-down. Initiatief, en dat onderschrijft de Piratenpartij ook, komt bottom-up. En dat betekent dat wij als Amsterdam, wij zijn de top 8 rijkste land ter wereld. Amsterdam is de topregio binnen Nederland. Dat wij als Amsterdam de verplichting hebben voor ons, onze kinderen, maar voor alle generaties, om veel meer aan klimaat te doen. En wat is concreet het belangrijkste punt waar u op wilt inzetten, waar we echt mee aan de slag moeten om de eerste stappen misschien wel? Dat is een tal van maatregelen, maar even ook, en dat kunt u ook zien in het werk van afgelopen jaar, ik noem het War on Plastic, en Engeland heeft vandaag iets heel verstandigs gedaan. We moeten de plastic soep tegengaan, dat is de grootste bedreiging van het milieu. Wij moeten onze aandelen inzetten, en GroenLinks heeft het geroepen, dat staat ook in ons programma, en dat wordt dan weer vergruisd. Wij moeten Schiphol inperken, er moet belasting komen op kerosine. We moeten gas, CO2-uitstoot, fossiele brandstoffen terugdingen. En dat staat in geen enkel ander programma, wij moeten de indirecte CO2 ook meenemen. Het gaat er niet alleen om wat wij in Amsterdam produceren aan CO2, maar ook de producten die we gebruiken en de vervuiling ergens anders leggen. Wij zullen naar de hele planeet moeten kijken. Ja, Jelle de Graaf. Ik ben het eens met alles dat Jonas zegt. Wat wij als Piratenpartij nog aan de discussie over duurzaamheid willen toevoegen, dat is dat in deze wereld waarin eigenlijk alles met alles verbonden is, de transitie, de revolutie, de groene revolutie, dat die ook kansen biedt om Amsterdam veel veerkrachtiger te maken tegen schokken. Bijvoorbeeld, als we nu onze stroom zouden verliezen, dan zou dat grote gevolgen hebben voor onze voedselvoorziening. Dus als Piratenpartij willen we veel meer de voedselzelfvoorzienendheid van de stad vergroten, veel meer energie in de regio zelf opwekken. En dat is een onderdeel van dit debat dat echt nog te weinig benoemd wordt. Dank u dat u het zegt. De voedselvisie is inderdaad aangenomen door Partij voor Dieren. En u onderschrijft dat als enige andere partij. En dan mijn complimenten daarvoor in uw verkiezingsprogramma. En we hebben de programma's naast elkaar gelegd. Ik heb ook een gesprek met Jelle gehad. Er zit niet zo heel veel verschil tussen. En dat is goed. En ik heb ook in de vorige verkiezingen gezegd, en dat is ook een compliment aan u, ik gun de Piratenpartij gewoon een zetel. En daar zijn hele veel andere partijen die ik een zeteltje minder gun. En Amsterdam wordt economisch ook veerkrachtiger. Want ik hoor elke grote partij zeggen, ja, maar de haven, daar hebben we 60.000, 70.000 werknemers. De Amsterdamse haven is de grootste kolenopslag van Europa, tweede grootste benzinehaven van Europa. En daar zit onze werkgelegenheid. Het vorige college investeert in een stoomtrein en iedereen wil elektrisch rijden. En aan u, om dat ook aan uw vrienden, buren en familieleden te vertellen, dat het echt anders moet. Want de weg die Amsterdam nu economisch inslaat, is ook nog eens onverstandig. Ja, volgens mij ligt het inderdaad, het ligt nog een niveau dieper. Op dit moment zitten we in een economie die verslaafd is aan groei. Die alleen kan functioneren als we maar blijven groeien, groeien, groeien. En dat is niet houdbaar. De Piratenpartij is voor een ecologisch, maar en ook een sociaal duurzame stad.
Volgens mij moeten we kijken naar alternatieve economische modellen, de commons. Niet vadertje staat, de vrije markt, maar gemeenschappen die zelf, die zelf de verantwoordelijkheid nemen voor bijvoorbeeld een energievoorziening. Daar gaat het namelijk heel veel sneller dan bij de overheid en al helemaal dan bij het bedrijfsleven. Eens, maar ik zal je een van de ideeën van, de quote economische groei, Marianne Thieme heeft het ook gezegd. De oplossing van ons probleem zit niet in economische groei, maar dat is vaak de oorzaak van onze problemen. En een van de voorstellen die het niet gehaald heeft op dit moment, maar die we zeker weer gaan zeggen, en daar moet je dus over nadenken, is wij belasten werk heel erg veel. Dus dan ben je een ondernemer en dan wil je iemand in dienst nemen, maar als die tijdens zijn proeftijd ziek wordt, en dit is waar, het is echt waanzinnig, je kan het niet eens voorstellen, als die tijdens zijn proeftijd ziek wordt, moet ik die als MKB'er 2 jaar doorbetalen. Dat betekent dat 1 zieke werknemer kan een heel bedrijf eronder uittrekken. En wat zeggen de meeste verstandige partijen? Werk, dan doe je mee. Dan doe je mee, sociaal, maatschappelijk, en dat is ook goed voor mensen. Maar dat belasten wij vanuit de regering heel erg veel. Terwijl waar we een tekort aan hebben, is grondstoffen en duurzaamheid. Maar als je wat uit China laat komen, kost het praktisch niks. Dus wij belasten grondstoffen niet. Daarmee creëren we een wegwerkmaatschappij. Maar werk wat belangrijk is voor mensen, belasten we heel erg. En dat is een van de fundamentele plannen van Partij voor de Dieren, is om de belasting op werk, arbeid te verlagen en de belasting op grondstoffen te verhogen. Zodat we zuiniger met onze planeet omgaan en dat recycling loont. Want het probleem is waarom wij geen statiegeld op blikjes en plastic flesjes die nu, als u zo meteen naar huis gaat, u kunt geen 1,5 meter lopen zonder dat er vuil op straat ligt. En ik daag u uit, 1,5 meter zonder zwerfvuil. U gaat het in deze stad niet vinden. En wij kunnen geen statiegeld systeem invoeren, omdat we dan bang zijn dat er weer slimme mensen komen, of eigenlijk boeven, die in Polen blikjes laten maken en hier in de supermarkt gaan inleveren. Maar dat zijn fundamentele problemen die we vanuit Amsterdam met de statiegeld, als we daar inzetten, want dat mag je als gemeente doen, zouden kunnen oplossen. En dat zijn ideeën die ik in het verleden ook gedaan heb, waarmee we gewoon Nederland en daarmee Europa en daarmee wellicht de wereld kunnen veranderen. Maar meneer Van Lammeren, het is, zeg maar, als je op dit moment alle verkiezingsprogramma's leest, dan staat bijna in alle verkiezingsprogramma's dat we het Parijsakkoord moeten gaan halen. Dat in Amsterdam we uiterlijk dat we bij nieuwbouw van het gas af moeten. Ja. Bent u ziet u uzelf, want anders ga ik het invullen, als een voorloper die de rest mee moet trekken? Ja. Of ziet u dat de rest er eigenlijk ook al lang mee bezig is? Wel, want het zijn prioriteiten. Hoe moeten we die woorden lezen dan volgens u? En dat is het vervelende van verkiezingen. Iedereen roept wat ze willen en u moet daar eens even het stemgedrag naast leggen. En ik kan u, ik denk 25 voorbeelden en als ik nog even mijn noem best er één. 50 voorbeelden, noem maar één. Ja. Schiphol. De aandelen inzetten om de groei van Schiphol te verkleinen is al lang door de Partij voor Dieren ingediend. Willen we niet aan. Wij voeren. En Lelystad. En Lelystad. En Eindhoven. Absoluut. Allemaal Schipholgroep. En wij hebben 20% van de aandelen. In 2010, ik weet het nog goed, was wethouder Gerels. Die zei: we gaan vuil uit Engeland importeren om hier in de Amsterdamse energiebedrijf te verbranden. Ik zeg: dan zijn we toch echt helemaal beschokt. Dat is Partij voor de Arbeid. Bouw in het groen. GroenLinks. Bouwt gewoon in de hoofdgroenstructuur. Dus er is heel veel met woorden, maar heel weinig echt doorpakken en daden. Ik heb voor u zometeen een laatste vraag. En dat is niet een hele verrassende vraag hoor. Maar jullie programma's lijken, dat hebben jullie zelf ook gezegd, enorm op elkaar. Mijn vraag is dan, als het gaat om het algemene politieke belang, waarom is er dan een onderscheid? Waarom zou een Amsterdammer de keuze moeten maken tussen jullie? Is er toch een reden waarom de Amsterdammer die hier zit, die misschien denkt, ja, god, het maakt nu niet veel meer uit, waarom die op de een of de ander stemt? Maar ik wil u nog even het laatste woord geven over dit onderwerp, over klimaat. Ja, Jonas gaf net een aantal hele concrete voorbeelden van de klassieke middenpartijen die tegen duurzame voorstellen stemmen. Maar het ligt dus echt, het ligt nog een niveau dieper. En partijen die
consequent willen dat we maar blijven groeien, die kan je niet vertrouwen, die kunnen niet echt duurzaam zijn. Als D66 zegt, wij zijn een liberale partij, we zijn een klassiek liberale partij en we zijn een duurzame partij, dan is één van de twee dingen niet waar. Dat kan niet samengaan. Er bestaat niet zoiets als duurzame groei. De begroting van vorig jaar van de SP, VVD, D66 staat gewoon in de openingszin, de groei is goed. En toen vroeg ik nog, is er nog een definitie van welke groei? Nee, groei is goed. En er is een andere van de D66 geweest die zegt, we gaan zoveel huizen bouwen dat de huizenprijs in Amsterdam naar beneden gaat. Ik bedoel, 1, het is niet waar. En 2, ongelimiteerde groei. Dat is wat de klassieke partijen zeggen. Denken. Ja. Je moet heel anders denken. Goed, tot slot dan. Ja, die verschillen. Die verschillen, ja, want het maakt op zich niet zo heel veel uit waar we op stemmen. Nee, ik denk dat het zeker wel uitmaakt. De afgelopen 4 jaar heb je gezien wat er... Nee, vanavond is een heel mooi moment, want er zijn eigenlijk de 3... systeemkritische partijen die meedoen aan deze gemeenteraadsverkiezingen. Dat zijn de Partij voor Dieren bijeen en wij. Sorry, Don. Die zijn hier vanavond moet je bij elkaar zeggen, aanwezig. Is al waar. En wat je ziet is dat als er maar 1 systeemkritische partij in de raad zit, dat die een aantal thema's, in dit geval duurzaamheid en dierenrechten, dat die daar heel veel voor elkaar kan krijgen. Maar je hebt al die strijden en die hangen met elkaar samen. De strijd voor een duurzame stad, de strijd voor dierenrechten, de strijd voor mensenrechten, de strijd voor een vrij internet, de strijd tegen racisme, de strijd voor feminisering van de politiek. Al die strijden hangen samen. En alleen als al die partijen vertegenwoordigd zijn in de raad, dan kunnen we samen, en nou ja, Jonas zei, we gaan niet naar een pact toe. Maar dan kunnen we samen een vernieuwingspact vormen en met elkaar echt dingen voor elkaar krijgen. En wij zetten dan in op burgerrechten, op straat en online en op democratisering. En ik weet dat het ook in uw programma staat. U bent ervoor en u zal onze grootste bondgenoot zijn. Maar het zijn niet de initiatieven waar u het zelf voorstellen voor indient de afgelopen jaren. Daarvoor moet je echt bij de Piratenpartij zijn. Oké, tot slot. Zelfde vraag aan u. Ja, ik heb het al gezegd, ik ga heel moeilijk van dat... Oké. Ja, nee, maar weet je, ik zet mij tegenover de ChristenUnie, hebben een heel ander gesprek. Maar nee, Partij voor de Dieren, hij zegt, wij worden weggezet als een one-issue partij en we moeten onze naam veranderen. Nou, ik ben blij dat Piratenpartij is, dus dat... en ja, wij zijn een one-issue partij, want onze issue is de hele planeet. En dat doen wij op elk niveau. Ik zit in de gemeenteraad van Amsterdam, maar mij wordt altijd verweten, waarom heb je de hele tijd over de wereld? Omdat wat wij hier in Amsterdam doen het verschil maakt. Waarom zou u, als u tussen ons moet kiezen, toch voor de Partij voor de Dieren kiezen, want het blijven toch verkiezingen. Wij zitten heel dicht tegen een derde zetel. En met 1 zetel heb ik de afgelopen jaar Nederland met ballonnenverbod oplaten. Er komt een vuurwerkverbod komt eraan volgend jaar. De gemeenteraad heeft niet eens door wat ze voor hebben gestemd. Dat komt eraan. Oh, dat heeft u nu geklapt dan? Ja, nou, ze hebben al voorgestemd. Okay, maar volgens mij hebben ze het niet goed gelezen, maar het zal. We hebben de ja-sticker ingevoerd, het omdraai. Wij hebben afgelopen jaar met mijn fractie heel veel gedaan met 1 zetel. Als wij 3 zetels hebben, maken wij nog meer het verschil. En dat is de enige reden. Want het programma van Piratenpartij vind ik echt bijna net zo sympathiek als die van ons. Goed. Blijft u vooral nog even staan. Zijn er mensen uit het publiek die een vraag hebben? Dan is dit het. Ja, ik zie daar. Er komt iemand naar u toe met de microfoon. Steekt uw hand nog eens op. Ja. Ik heb een vraag aan Jonas van Lammeren. U had het net over dat u eigenlijk een van de enige partijen bent die tegen verdere groei is in de bouwsector. Of dat u niet meer wilt bouwen in Amsterdam. Wat ik een interessant punt vind, want heel veel partijen zeggen dat natuurlijk, omdat ze stellen dat er een woningstekort is. Heeft u wel oplossingen om dat woningstekort op een andere manier dan op te lossen, in plaats van te investeren in nieuwbouw? Zeker. Overigens, één kleine nuance. Ik ben niet tegen bouwen in de stad. Want de Nederlandse bevolking, en het grappige is, daar hoor je nooit iemand over. Maar de Nederlandse bevolking, de nieuwste cijfers van het CBS, is dat de Nederlandse bevolking tot 2060, ik ga niet te veel cijfers zeggen, 18,4 miljoen wordt.
inclusief migratie, immigratie, etc. 18,4. We hebben 17 miljoen. Dat is een groei van ongeveer 8%. Dat betekent dat wij de verplichting hebben om 8% bij te bouwen en er is wat woningnood, maak er 10 van. Waarom? Als wij meer gaan bouwen, betekent het dat wij de krimpgebieden waar we de sociale structuren nu aan het afbreken zijn, gaan versnellen. Dat is een heel asociaal beleid. Daarom zeg ik 8-10% groei. Hoe gaan we dat doen? Dat betekent dat we moeten bijbouwen. Maar dat betekent dat we daar gebieden voor moeten ontwikkelen. Mijn idee, de kolenhaven moet weg. Want dat is oude fossiele economie. Daar zit helemaal geen toekomst in. Daar is heel veel ruimte. Daar zou je kunnen bouwen. De bouwplan, ik denk dat je de huurgrenzen moet gaan op. De sociale huursector, sociale, dat klinkt arm. Dat is gewoon modaal salaris hoor. Daar kom je al voor in aanmerking. Die moet je oprekken. Maar bij Rijk? Kunnen wij dat ook doen als gemeente? Ja, maar u reageert als de rest van de gemeenteraad. Mijn excuses. Ja, dat kan best. En Amsterdam heeft daar een hele sterke lobby. Maar wat wij moeten doen is, er is schaarste in Amsterdam. En dat betekent dat je dan moet gaan reguleren. Dat klinkt heel eng, maar dat is gewoon waar. Je moet altijd reguleren. De vrije markt wordt altijd gereguleerd. Dat betekent geen leegstand. Wij gaan niet ontruimen voor leegstand. Dat betekent de vakantieverhuur, de hotelbouw. Wij geven geld uit om nog meer toeristen naar Amsterdam. Dat levert een enorme druk. In Oud-West is 1 op de 6 bedden is een hotelbed. 1 op de 6 is een hotelbed. Wij staan toe dat je mag speculeren. Alle speculanten gaan in Amsterdam. Want als je geld wil verdienen, moet je steen in Amsterdam kopen. Speculatiebeding. Je moet gewoon een woonverplichting instellen. Dat klinkt heel raar, maar als je een huis in Amsterdam hebt, moet je er gewoon wonen. Maar er is inmiddels iedereen het over eens, zei Jonas. Schaars. En we moeten voor de sociale huurwoningen... Ja, er zijn heel veel redenen, want het is een vrij complex probleem. Ik wil de maatschappelijke of de economische gebondenheid terug. En dat betekent, wij zullen keuzes moeten maken, want niet heel Nederland kan in Amsterdam wonen. Dat kan gewoon niet. Dus dan moet je keuzes maken, en dat is ook politiek. En ik zeg dat, en dat betekent niet Amsterdam voor Amsterdammers, want dan zou je de stad op slot zetten. Maar vroeger had je gewoon, als je in aanmerking wilde komen voor sociale huurwoning, moest je hier studeren, of moest je hier gaan studeren, of je moest werk hebben. En daarmee trek je een aantal mensen die al een binding met de stad hebben voor. Je zal wat moeten doen. Dit zijn een aantal speerpunten die wij voor de woningbouw willen doen. Het volbouwen van de stad ten koste van groen en de openbare ruimte is een heel slecht plan, want dan heb je heel veel huizen, maar geen stad om in te wonen. Tot slot, daar ben ik wel benieuwd naar. Vindt u dan ook, u zegt rondom de economie, op het groei is het verkeerde denken, daar moeten we misschien iets meer van af. Maar vindt u dan ook dat we tegen mensen moeten zeggen, misschien kunt u niet in Amsterdam wonen? Ja. En heeft u daar... Misschien. Dat is toch de consequentie? Er kunnen geen 17 miljoen mensen in Amsterdam wonen. Nee. Maar voor wie wilt u dan... Zeg maar, want elk huis dat je bouwt, daar kan 1 iemand in, daar kan iemand anders niet in. Ja? Wat zegt u dan, is het leidende principe wie er aan het huis moet komen? Op dit moment? Volgens mij heb ik net gezegd, dat weet ik wel zeker dat ik gezegd heb. Voor de sociale wachtlijsten, want dat is de gereguleerde markt. Moet je kijken hoe je dat verdeelt. En heel eerlijk, maar dat is heel ver weg en dat is ook nog niet uitgekristalliseerd. Maar puur huizen toekennen op degene die het meest betaalt, is in een omgeving van schaarste niet het meest ideale middel. Want wat ga je dan krijgen? Dan krijg je een hele monotone stad met allemaal middeninkomen plus. Wat gewoon helemaal geen leuke stad is. Ja. Volgende vraag. Ja, achter je. Mijn naam is Faisal El Hakim. Ik ben ook ingeschreven bij de gemeenteraad voor de verkiezingen als independent, op mijn eigen naam. Mijn vraag aan de oude economie is het niet tijd dat, omdat we zoveel resources hebben, als je een organisatie zou hebben met zoveel resources, dan zou je na zoveel jaar dividend uitkeren. Is het niet tijd om professionals aan te nemen om dingen te gaan uitvoeren, zodat de bevolking meer koffie kan drinken en meer vrije tijd heeft? Want ik vind sowieso in de ochtend, koffie is belangrijk, life cycle is belangrijk, just-in-time delivery is belangrijk. Zo creëer je een slimme stad. En je kan met een zero GDP de meest geavanceerde economie hebben, als maar de service level omhoog is. Ja. Dus er zijn heel veel dingen die worden altijd via budgetten bevochten, terwijl het eigenlijk gaat om de oplossingen. En die oplossingen, wat doet de vrije markt? Die neemt ze eigenlijk tot haar beschikking, neemt patenten en octrooien en vervolgens monetize die in hard currency en value, waarmee ze eigenlijk via de budgetten de bevolking gijzelen. Uw vraag is,
Heb je de vraag gehoord? Uw vraag ik is, heb hem wel gehoord, ja. Of we niet kunnen zorgen dat we via de dividenden dat we minder hoeven te werken, omdat het oude werken, dat is een systeem waar we vanaf moeten. Meneer De Graaf, De Piratenpartij is ervoor om te beginnen met een basisinkomen in Amsterdam. Eigenlijk zou je dat landelijk moeten regelen door middel van belastingen. Nou ja, daar gaan we als gemeente niet over, maar wat wij zeggen is, iedereen die minder verdient dan 1500 euro, vullen we het inkomen van aan tot 1500 euro per maand. De Partij voor Dieren zegt in haar programma, we willen een pilot gaan onderzoeken. Dus bij mij, bij deze de vraag, klinkt dit als een goede pilot? Nou, ik zal je vertellen, in ons landelijk programma staat gewoon het basisinkomen. Dus ja. Ja, en sterker nog, daar zijn hele goede successen op. Maar om even naar de vraag te gaan van de heer die hem gesteld heeft. Ik kan het erg slecht zien, maar u zegt van de grote bedrijven hebben middelen en daarmee zetten ze de markt op slot. En dat is wel waar. Dat is wel waar. En ik kon uw vraag niet helemaal volgen. Maar waar het maar om gaat, dat grote partijen innovatie tegenhouden door middel van patenten is een waar woord. En dat zien we heel dichtbij bij een patent op broccoli, patent op voedsel. Wist u dat 10% van alle zaden, nee dat 80%, excuses, in de handen is van 10 bedrijven die bepalen gewoon wat wij eten. Dat zijn hele enge globale ontwikkelingen. En gelukkig, de mainstream media pakt dit niet op. Maar wat je wel ziet, is dat er steeds meer communities vanuit, en dat is die bottom-up approach, hier zich tegen verzetten. Dus, Oké. Omwille van de tijd gaan we denk ik door. U gaat heel hard fietsen, zodat u bij de bar bent, zometeen om nog de laatste vraag te beantwoorden. U blijft misschien nog wel even hangen. Ik ga naar het volgende debat kijken. Ja. Heel goed. Geef ze een warm applaus. Jelle De Graaf, Jonas van Lammeren. Gaat u lekker weer zitten. Dank. Jelle, succes. We gaan snel door. Ze is lijsttrekker van Bijeen, vroeger artikel 1, dat na de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar nu een gooi wil doen voor één of meerdere plekken in de Amsterdamse gemeenteraad. En dat is misschien ook wel geen gekke gedachte, want zoals ik al zei, bij de Kamerverkiezingen werd haar partij in Zuidoost de vierde partij met een aantal stemmen dat goed is voor 1 à 2 zetels in de gemeenteraad. Geef een warm applaus, Sylvana Simons. Dankjewel. Dankjewel. En hij groeide op in Amsterdam Zuidoost. Hij werd advocaat met sinds een paar jaar zijn eigen advocatenbureau, waar hij zich onder meer inzet voor schrijnende gevallen rondom bijvoorbeeld schuldenproblematiek. Hij werd in 2014 genomineerd voor Amsterdammer van het jaar. En dit jaar stond hij op een lijst als een van de interessantste mensen onder de 30 in Europa door Forbes. En hij denkt ook een goede kans te maken op minimaal 1 zetel. Want ook de ChristenUnie behaalde bij de Tweede Kamerverkiezingen genoeg stemmen voor een zetel in de gemeenteraad. Dus als dat weer lukt, dan is dat u ook gelukt. Geef een warm applaus, Don Zeder. Ja. Ja, nou, ook bij u beiden. We gaan het hebben over de twee thema's die u heeft meegenomen. We gaan het ook even hebben over Zuidoost en de verkiezingen daar. Maar eerst een paar korte vragen. Mij viel op in uw verkiezingsprogramma, mevrouw Simons, dat u een heel uitgebreid verkiezingsprogramma heeft. Maar aan het einde zegt u dat rondom thema's als wonen en werk, dat dat bij u iets beknopter is, omdat u zegt, daarin zullen wij de linkse partijen volgen die daarin meegaan. Maar er zijn natuurlijk verschillen tussen linkse partijen. Kunt u misschien heel kort aangeven wat u dan tegen een Amsterdammer zegt die sympathiseert met uw programma, maar bijvoorbeeld de woningmarkt als hoogste prioriteit heeft. Wat is uw leidende waarde daarin, wie u volgt op links? Ook wij hebben duidelijke standpunten geformuleerd als het gaat over het woonbeleid. Wij zijn ook een van de partijen die zegt, bouwen is niet heilig, daar los je alle problemen niet mee op. Kijk bijvoorbeeld ook eens naar die enorme leegstand die we in de stad hebben. Als het gaat over schoolgebouwen, kantoorgebouwen. Daar kun je met name groepen die moeilijk terecht kunnen in traditionele woningbouw, kun je daarin huisvesten. Dus hebben we nog een heleboel andere punten op het gebied van wonen. Maar we vinden het ook belangrijk, en ook dat is bijvoorbeeld net door Jelle van de Piratenpartij benoemd, om te gaan samenwerken en te zien dat er partijen zijn die het op een bepaald punt
prima doen. Het zou echt heel jammer zijn om te denken, nou ja, dan schrijven we wel het programma van een andere partij over. Wat ik net heb gehoord van de Partij voor de Dieren, dat spreekt ons ook heel erg aan, omdat wij, net als die partij, altijd kijken naar een totaaloplossing voor problemen die door traditionele politici heel vaak heel nauw worden aangevlogen, maar die altijd in verband staan met andere domeinen. En hoe verhoudt zich dat bijvoorbeeld, wat u noemde, samenwerking met andere partijen op links? Ik herinner mij dat u DENK heeft verlaten omdat u vond dat zij appelleerden aan een soort boosheid en dat zij goed gedijden bij polarisatie. Hoe kijkt u dan naar DENK Amsterdam, waar u dan misschien mee in de raad komt? Is dat de partij waar u mee zou samenwerken? Nou, als we elkaar inhoudelijk kunnen vinden, absoluut. Ik heb zeer veel bewondering en genegenheid voor de Amsterdamse lijsttrekker van DENK. Ik vind dat hij zich zeker ook tijdens deze campagne heel goed manifesteert. En uiteindelijk is het belang van de burger van Amsterdam, de Amsterdammer, is altijd leidend. En wat ik daar dan verder zelf voor persoonlijke gevoelens bij een landelijke partij van een lokale fractie heb, dat doet op dat moment niet zoveel. Dus u ziet daar helemaal geen bezwaren of strubbelingen bij de Amsterdamse partij? Nou, niet als we op de punten waar we het met elkaar eens zijn. Nee. Helder. Meneer Seder, u bent namens de ChristenUnie hoopt u een zetel te veroveren. U bent niet de enige christelijke partij die dat hoopt. CDA heeft natuurlijk al een zetel. We hebben ook de SGP nu die mee gaat doen. Ja. Bent u niet bang dat jullie stemmen bij elkaar wegtrekken? Want er is een flinke christelijke coalitieopkomst, of in ieder geval een groep partijen die hoopt de gemeenteraad te veroveren. Ja, nee, ik ben allereerst blij dat christelijke politiek, tenminste in Amsterdam, dat het blijkt dat dat springlevend is. Dus met de ChristenUnie, die zoals je terecht aangaf vorig jaar tijdens de landelijke verkiezing genoeg stemmen haalde voor een zetel. Het CDA die nu ook al een zetel heeft en de SGP die ook heeft besloten om mee te doen. Volgens mij is dat een bevestiging dat er heel veel christenen in de stad zijn en dat er behoefte is aan christelijke politiek en dat het beleid hoe dat de afgelopen jaren is gegaan, dat er steeds meer mensen zijn die zeggen, ja, wij willen toch een andere koers varen. Dus ik juich dat toe. De afgelopen jaren heeft de CDA natuurlijk in de raad gezeten. Vond u dat daarmee christelijke waarden genoeg over het voetlicht kwamen in de raad? Ik heb een beetje moeite mee dat het CDA als speerpunt deze verkiezingen een materiële kwestie heeft gekozen. Zoals erfpacht. De erfpacht. En niet om een immateriële kwestie, zoals mensen. En dat is iets wat de CDA gekozen heeft. En dat is prima. Maar ik denk als we het hebben over christelijke politiek, dan denk ik dat het allereerst over mensen moeten hebben. En in de tweede plaats wat mensen nodig hebben. Dus ik in dat opzicht denk ik dat er een verschil is tussen het CDA en de ChristenUnie de komende weken. Dus ja, het was mooi wat ze de afgelopen jaren gedaan hebben. Maar ik zet toch vraagtekens bij de koers die ze uitgezet hebben. Ik doe dat in ieder geval anders. Ja. U bent beide, dat hebben we gezien vorig jaar, populair in Amsterdam Zuidoost. Onder meer, u staat natuurlijk voor de hele stad, maar toch om even in te zoomen op die wijk. Mevrouw Simons, hoe verklaart u dat, u beide, maar ik denk dat u vooral voor uzelf kunt praten, een snaar raakt in Zuidoost? Wat heeft daar gemist volgens u? Nou, ik denk dat wat veel mensen in de stad missen, niet alleen in Zuidoost, maar misschien wel met name in Zuidoost, is het gevoel dat zij gerepresenteerd worden. Dat zij direct in contact staan met wat er daar op het gemeentehuis gebeurt. Dat zij zichzelf herkennen. Ik denk dat wij allemaal altijd op zoek zijn naar herkenning, erkenning en vooral ook het begrip. Het is één ding, wat we gezien hebben de laatste, laat ik zeggen 50 jaar, is dat er sprake is geweest van een redelijk paternalistische houding ten opzichte van bijvoorbeeld mensen in Zuidoost, bijvoorbeeld mensen in Nieuw-West, bijvoorbeeld mensen in Noord. En we zien dat we met een nieuwe generatie te maken hebben. Een generatie die zegt, ik wil niet alleen dat het over mij gaat, ik wil dat er met mij gepraat wordt, zodat ik mee kan praten, mee kan doen en mee kan beslissen. Ik denk dat dat voor een groot deel de uitslag bepaald heeft. We moeten niet vergeten dat veel mensen die in Amsterdam Zuidoost wonen, dat zijn mensen die ontzettend zich verbonden voelen met dit land, met de plaats waar zij wonen. Maar zij herkennen zichzelf niet terug in de vertegenwoordiging. Dus representatie, niet alleen op basis van kleur, van etniciteit, afkomst, maar bijvoorbeeld ook gender, bijvoorbeeld ook seksualiteit, is heel erg belangrijk. Zegt u daarmee dat wij een probleem hebben met kleur in deze stad als het gaat om representatie? Als het gaat om representatie, zeker. Als het gaat om kleur in zijn algemeen, zeg ik helemaal niet. We zijn een hele kleurrijke stad. We leven hier met 180 nationaliteiten redelijk vredig naast elkaar, kun je zeggen. Dus dat gaat ontzettend goed. Maar het is natuurlijk bizar dat als je kijkt naar die 180 nationaliteiten in de stad
En je zet er een foto naast van hoe het gemeentebestuur eruit ziet. Dan is dat is absoluut niet representatief. Ja. Hoe luistert u naar de analyse van mevrouw Simons over Zuidoost en de snaar die daar geraakt wordt? Kunt u daar iets over zeggen? Ja, ik denk dat vorig jaar er hebben een hoop mensen gestemd vanuit heel Amsterdam, maar ook een grote groep uit Zuidoost. Nou ja, ik denk dat het voornamelijk komt dat ik een jongen uit Zuidoost ben, een jongen uit de Bijlmer. Een plek waar ik trots op ben. Een van de mooiste plekken vind ik zelf in Nederland. Zijn er mensen uit Zuidoost? Kijk. Weet je, en ik ben daar opgegroeid, maar tegelijkertijd zie ik ook uitdagingen. Daarom heb ik ook toen ik klaar was met mijn rechtenstudie, heb ik besloten om allereerst in Zuidoost, dus als jurist, aan de slag te gaan. Omdat ik toch geloof in dat een ieder in Zuidoost, ja, daar heb ik wat mee. Ik vind dat ieder in Zuidoost zijn volle potentie moet kunnen, tot zijn volle potentie en uiting moet kunnen komen. En dat is niet altijd het geval. Als je kijkt naar de schuldenproblematiek, daar ben ik de afgelopen jaren mee bezig geweest, dan zie je dat we te weinig mensen perspectief bieden om uit de schulden te kunnen komen. Dat is in heel Amsterdam zo, maar ook in Zuidoost is dat een probleem. En daar hoor ik te weinig over vanuit de gemeenteraad. En daarom heb ik ook zelf gezegd, ik wil de stap maken als van advocaat naar politicus, juist omdat ik het gevoel heb, ik dwel met de kraan open. Daarnaast, als het gaat om onderwijs ook, geloof ik ook dat we daar echt excellent onderwijs in Zuidoost moeten hebben. Dat iedereen dezelfde kansen krijgt. En tot slot zie ik Zuidoost echt als de innovatiewijk in Amsterdam van de toekomst. En ik hoop dat Nederlandse bedrijven, internationale bedrijven, wat nu al gebeurt, dat die steeds meer trekken naar Zuidoost. En het zal mooi zijn voor mij als zij niet alleen komen en hun eigen mensen meenemen, maar als mensen in Zuidoost kunnen laten bloeien en zorgen dat die ook hun plek nemen. Tot slot, voor we naar de onderwerpen gaan. Herkent u ook wat mevrouw Simons zei als het gaat om in het stadsbestuur bijvoorbeeld, maar ook om hoe we elkaar herkennen of je erkenning vindt? Vindt u daarbij dat kleur rondom representatie ook een probleem is? Ik denk dat het helpt als je iemand hebt die op jij lijkt, omdat je dan kan zeggen, hey, als die het kan en die lijkt op mij, dan kan ik dat ook. Dus ik denk dat dat zeker een rol speelt. Tegelijkertijd geloof ik niet dat elke Surinamer hetzelfde denkt over allerlei kwesties, of elke Turk of maar Marokkaan. Dus ik waak wel echt voor een identiteitspolitiek waarin je een bepaalde achtergrond koppelt aan hoe je politiek in het leven staat. Maar ik ben het er wel mee eens dat als we kijken naar de samenstelling van Amsterdam en de samenstelling kijken van de gemeenteraad, dan denk ik dat een betere afspiegeling zou moeten zijn. En ik denk dat deze verkiezingen en de nieuwkomers. Maar u zei waken voor identiteitspolitiek? Wat daarmee doet u ermee? Probeer ik te zeggen dat wij waken, dat wij bepaalde groepen verenigen en bijeenroepen, omdat wij één gezamenlijke uiterlijke kwaliteit hebben. Het zou gevaarlijk bijvoorbeeld zijn als je zegt, stem op mij, want ik ben Surinaams. En daarmee tegen Surinamers zegt, oh, wij gaan op die persoon stemmen. Zonder inhoudelijk te kijken hoe je nou staat tegenover de woningbouw, tegenover sociale kwesties, et cetera. Want dat is korte termijn succes. Maar na mate van tijd zullen steeds meer mensen realiseren, hey, daar ben ik het eigenlijk niet zo mee eens. Dus ik ga voor een politiek niet gebaseerd op uiterlijke kenmerken, maar politiek gebaseerd op inhoud. Ik zag u ja knikken. Nou ja, ik ben het helemaal met Don eens dat het natuurlijk veel te korter de bocht zou zijn om te zeggen, ik ben zwart, dus moeten alle zwarte mensen op mij stemmen. Bovendien vind ik het heel waardevol dat je nog even benoemt dat geen enkele groep is homogeen. He, ook Surinamers, Nederlandse Surinamers niet, Nederlandse Antillianen niet. Maar wat ik wel heel kwalijk vind, is dat ik hier een dynamiek zie optreden die ik ook heel vaak in het feminisme hoor. Ik heb het Rutte nog horen zeggen. We moeten wel voor kwaliteit gaan. En daarom slaan wij dus vrouwen over. Daarom slaan wij dus mensen van kleur over. En dat vergoelijken we met de redenatie dat het vooral om kwaliteit moet gaan. Dat het om kwaliteit moet gaan, dat staat buiten kijf. Dat geldt voor elke volksvertegenwoordiger op elk niveau van volksvertegenwoordiging. Daar hoeft de discussie helemaal niet over te gaan. Maar wat we wel gezien hebben, is dat het uitmaakt of er vrouwen in een groep aanwezig zijn, omdat zij een vers perspectief brengen. Wat we ook hebben gezien is dat het uitmaakt of er genoeg religieuze representatie is. Genoeg mannen, genoeg vrouwen, genoeg van alles. En zeker in een stad als Amsterdam is het gewoon ondenkbaar dat je, en ik wil nog even terugkomen op het woord identiteitspolitiek, dat je identiteitspolitiek accepteert. Het viel vandaag ook al, volgens mij was het Jelle die dat zei. Wij leven in systemen die eeuwen oud zijn. Die zijn niet voor en door iedereen ontworpen die daar wel elke dag mee te maken
maken heeft. Dus zullen we een balans moeten gaan aanbrengen, daar waar die nu niet is. En over identiteitspolitiek zeg ik altijd, die bestaat ook al zoveel honderden jaren. Alleen, het was altijd een duidelijke identiteit. Het was altijd één overheersende identiteit, die was overwegend man en overwegend wit. En wat zien we nu? Nu er zich nieuwe identiteiten melden die zeggen, hé, wij horen er ook bij. Wij willen ook meedoen. Nu zeggen mensen dat ze bezwaar hebben tegen identiteitspolitiek. Dus u zegt, we hoeven niet bang te zijn voor identiteitspolitiek. We moeten accepteren dat er meerdere vormen van identiteitspolitiek nu bestaan. In plaats van alleen het dominante wat al die jaren er is geweest. Zo zou je het kunnen samenvatten. Meneer Stijn, nou, ik ben het eens met mevrouw Simons over de diversiteit op de lijst. Ik heb ook niet gezegd dat je daarmee zou moeten inboeten met kwaliteit. Sterker nog, als je naar onze lijst kijkt, we hebben 50 namen met alle kleuren en, en achtergronden die er maar is. En ik zeg zelf dat de meest diverse lijst is die we in Amsterdam hebben. Behalve, dus ik ben als je het met gender, behalve als je bijvoorbeeld op genderidentiteit of seksualiteit zou beoordelen. Nou, dat zou iedereen moeten nachecken op de lijst. Maar daarmee zou ik wel moeten aangeven dat u daar... Daarmee probeer ik wel aan te geven dat we wat dichter bij elkaar liggen. Alleen ben ik er niet. Alleen waak ik er wel voor dat we politiek gaan baseren op waar iemand per se vandaan komt. Het is een factor, zeker weten. Maar uiteindelijk draait het om de inhoud. En ik denk dat te veel mensen in politiek teleurgesteld zijn, omdat we mensen trekken om te gaan stemmen op andere punten, behalve dan op de inhoud en waar het daadwerkelijk om moet draaien. Goed, laten we naar de thema's gaan die we hebben meegenomen. Ik wilde beginnen met het thema van u, meneer Seder. U mailde naar ons dat u het wilde hebben over een gezond prostitutiebeleid en of het van belang is dat daarbij bijvoorbeeld de leeftijd voor strafbaarstelling verlaagd wordt. En u mailde daar achteraan en daar zijn wij het uiteraard niet mee eens. Kunt u dat kort toelichten waarom u dit onderwerp nu naar voren wilde brengen? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat we in Amsterdam in een stad leven waar ieder vrij is, waar ieder gelijkwaardig wordt behandeld en een stad waar alle Amsterdammers vrij kunnen zijn, wandelen om te zijn wie zij zijn. Helaas is dat niet het geval. Als we kijken naar de situatie rondom het prostitutiebeleid, dan zien we dat het beleid helaas heel veel slachtoffers maakt. Ik heb in de meest positieve schattingen wordt er gesproken van een aantal van 10% van vrouwen die momenteel in gedwongen op de ballen werken. Als we het hebben over 6000 sekswerkers in Amsterdam, dan hebben we het over minimaal. Ik heb het meest minimale genomen. Dan hebben we het over minimaal 600 vrouwen die dagelijks stelselmatig verkracht worden. Ik denk dat we anno 2018 en ook de MeToo-discussie en ook hoe we naar vrouwen kijken, denk ik dat het tijd is dat we niet meer wegkijken. Tijd is dat we niet meer vrouwen in de steek laten en dat we ook stappen durven te maken vanuit de politiek, maar ook als Amsterdammers. Want wij leven nu in een stad waar moderne slavernij een feit is, een realiteit. En daar hebben we te weinig over. Ik had vandaag het gesprek met Jasmina. Die is 2 jaar geleden uitgestapt uit de prostitutie. Zij is uit Roemenië overgekomen en zij gaf aan dat het een mannenwereld is. Prostitutie is bedacht voor en door mannen om de behoeften van mannen te bevredigen. En vrouwen die hebben daar een rol in, maar het is een bijrol. En zij gaf aan dat zij de geluiden vanuit de gemeenteraad dat er geen mannen in het spel zouden zijn als bijvoorbeeld als pooiers, dat niet de realiteit is. Ja. Maar dat er heel veel vrouwen zijn die aangeven dat ze als ze konden eruit konden stappen. Maar als gemeente, als Amsterdammers en als politieke partijen besteden we daar te weinig aandacht aan. Ik zeg, als we echt voor vrouwenrechten willen opkomen, dan is het tijd dat we ook een stap durven te maken. En zeggen, het beleid wat we nu hebben, daar moeten we echt anders mee omgaan. We moeten einde maken aan moderne slavernij. Mevrouw Simons. Ik ben het helemaal met Don Seder eens dat het beleid dat nu gevoerd wordt, en zeker het beleid project 10-12 bijvoorbeeld, heeft de sekswerkindustrie ontzettend veel schade gebracht. En het werk van de sekswerkers inderdaad veel onveiliger gemaakt. Daar zijn we het absoluut over eens. Waar we het niet over eens zijn, is dat de focus die op mensenhandel ligt, van de hele groep sekswerkers slachtoffers maakt. 10% is 10% te veel. Maar het betekent dat we niet voorbij mogen gaan aan die grote groep vrouwen, en
die hebben wij ook gesproken. Ook zeker bij het samenstellen van ons verkiezingsprogramma. Als ik u één seconde mag je verder. Maar het is heel moeilijk altijd om in discussies de cijfers hierover. Want er vliegen altijd allerlei cijfers. Maar u zegt allebei die 10%. Nee, ik heb een minimale schatting. Ik hou even het voorbeeld van. Nee, maar ik vind het wel belangrijk. Mag ik daarbij zeggen dat elke vrouw die ik tot nu toe gesproken heb aangeeft dat zij geen vrouwen kennen waarbij geen man achter staat. Maar voor de discussie houden we dan even het minimum van die 10%. En dat maakt de discussie heel lastig, want ik spreek vrouwen die zeggen dit is de baan die ik kies. En als ik deze baan dan uitvoer en ik ben erg jong en ik maak misstanden mee in die seksindustrie, dan wil ik niet het gevaar lopen dat op het moment dat ik daar melding van doe, want je moet je dus voorstellen als je een sekswerker bent van 20 en jij maakt misstanden mee op je werk, dan kun jij dus die misstanden niet melden omdat je daarmee eigenlijk jezelf aangeeft. Dus wil je het veiliger maken voor deze vrouwen, moet je zorgen dat deze vrouwen ook zelf in staat zijn aangifte te doen en misstanden te melden. In het programma van de ChristenUnie kwam ik het woord uitsterfbeleid tegen. En het gevaar daarvan, vinden wij als Amsterdam Bijeen, is dat je een totale beroepsgroep, die echt niet verdwijnt op het moment dat je het illegaal maakt. Sterker nog, waarbij de mensen die werkzaam zijn in die groep kwetsbaarder maakt op het moment dat je het illegaal maakt, criminaliseert. En er zijn genoeg voorbeelden uit het buitenland waar we hebben gezien dat het niet werkt, het criminaliseren van het sekswerk of de klanten. Want wat zeggen nou prostituees zelf tegen mij? Als wij de klanten criminaliseren, het werk criminaliseren, dan verdwijnen de goede klanten, waar we veilig bij zijn, en de slechte klanten trekken zich daar niks van aan. Dus, gelukkig zijn er ook, als je naar het buitenland kijkt, voorbeelden van landen waar het wel goed gaat. En bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland, en daar zie je dat de focus vooral ligt op het veilig maken van de werkplek voor deze vrouwen en mannen. En dat is een groep die stelselmatig vergeten wordt in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie, transmensen. Dat is de meest kwetsbare groep werkzaam in de prostitutie. En voor die groep is totaal geen aandacht. Terwijl dat zijn nou juist mensen die zo vaak te maken hebben met arbeidsdiscriminatie, als we eventjes heel gechargeerd mogen zeggen, in de normale wereld. Vergeef me dat ik het zo zeg, zo bedoel ik het absoluut niet. Dat is een hele kwetsbare groep. We moeten zorgen dat mensen hun werk veilig kunnen doen en dat ze het vertrouwen hebben in de autoriteiten om ook aangifte te doen daar waar het misgaat. Precies, en daarom dus die leeftijd iets omlaag. Ja, je mag op je 18e stemmen, je mag op je 18e het leger in waar je wordt opgeleid om mensen te vermoorden, je mag contracten aangaan op je 18e, je mag ook op je 18e kiezen voor sekswerk. Goed, meneer Seder, uw reactie erop. Ik wil nog wel even, het gemeenteprogramma zegt dit eigenlijk, hè, we moeten misstanden aanpakken, we gaan voor normalisatie van de vergunde branche, we willen opsporen en aanpakken van illegale prostitutie, we willen empowerment van en zorg voor prostituees, we willen preventie in de voorfase. Wat zou daaraan moeten veranderen volgens u? Want hè, er is natuurlijk niet op dit moment een meerderheid die in Amsterdam met u meegaat en zegt we moeten. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Nee? Ik denk als we naar de MeToo-discussie kijken en naar de structurele objectificatie van vrouwen. Trouwens, mevrouw Simons is het met me eens dat er dus inderdaad sprake is van moderne slavernij. Als we naar haar verkiezingsprogramma kijken, staat daar helemaal niets over. Wat we daar dan moeten doen. Alleen wat we voor de beperkte groep die dat wel vrijwillig doet, wat we dan wel zouden moeten doen. Maar helemaal niets over wat we met de groep vrouwen die dagelijks verkracht worden dan wel zouden moeten doen. En dat vind ik kwalijk. Ik denk dat we daar wel iets van moeten doen. Want het systeem zoals we die nu in stand houden en zelfs gaan uitbreiden, daarmee accepteren wij, en dan heb ik het over de politieke partijen, dan heb ik het over mannen, dan heb ik het over vrouwen, dan heb ik het over u, dan heb ik het over Amsterdammers, accepteren wij dat we in een stad leven waar vrouwen stelselmatig verkracht worden, omdat er mannen achter staan die daar beter van worden. En wat moet de gemeente concreet doen als het aan u ligt nu? Wat is de eerste maatregel die volgens u genomen moet worden? De allereerste maatregel is als we kijken naar de wallen, dan moeten we constateren dat het feit dat wij daar veiligheid en extra politie daar aan zetten, dat komt omdat prostitutie en onveiligheid, die gaan hand in hand samen. We hebben het op een, daarom zeggen we ook, op het moment dat we de wallen zouden sluiten en het op andere plekken zou doen, dan wordt het onveiliger. Daarmee accepteren we dus, daarmee erkennen wij dus dat prostitutie en het gevoel van onveiligheid samengaan. En, dat klopt ook, want dat hebben de vrouwen ook aangegeven, dat zich structureel onveilig voelen, dat ze structureel, wanneer ze met mannen om de huur te kunnen betalen, soms met gemiddeld 15 mannen naar
ja. bed moeten om voor zichzelf, hun kinderen en hun pooier te kunnen voorzien. Daar moeten we concluderen, dit systeem werkt niet. De gemeente Amsterdam die heeft bedacht, die heeft gezegd, als wij ramen hebben, dan zorgen dat de vrouwen dat vrijwillig doen. Dat is dus niet het geval. Ik heb tot nu toe geen vrouw gesproken. En wat is uw voorstel? Mijn voorstel is dat we de wallen en het beleid zoals die er nu is, zoals in het verkiezingsprogramma staan, richting een afsterfbeleid gaan. Dat de vrouwen de gelegenheid geven om ook daadwerkelijk uit te stappen. Ja. Want ook daar ontbeert het aan. En ook daar heb ik geen punten gelezen van mevrouw Simons hoe dat dan zou moeten. En ik denk dat we uiteindelijk, los van de misstanden, ook onszelf moeten afvragen of de wallen echt het kroonjuweel is van Amsterdam. Ja, waarin we een vleeskeuring goedkeuren. Gemaakt. Waarin vrouwen dagelijks door honderden mannen bekeken worden. Daar moeten we in anno 2000... Mevrouw Simons. Dus los van de slavernij is er ook een objectificatie van vrouw tot vlees inherent daaraan. En mijn vraag is... Mijn punt is, daarom zou het ook moeten sluiten. En mijn vraag is ook hoe wij dat ook, hoe langer nog wij kunnen wegkijken daarvan. Oké, helder. Mevrouw Simons, dat afsterfbeleid heeft te maken met uitstapprogramma's, horen wij. Hoe kijkt u aan tegen bijvoorbeeld die uitstapprogramma's? En u mag ook op andere dingen reageren, sowieso. Wat ik zelf het belangrijkste vind, dat hebben we gedaan over de hele breedte van ons verkiezingsprogramma. Dat is echt een van de... een van de basispunten waar ik ontzettend trots op ben. Ik vind het bewonderenswaardig en echt heel mooi dat meneer Seder hier zich als man druk staat te maken over vrouwen en het leed dat hen treft. Maar op het moment dat je dat doet zonder met de vrouwen over wie het gaat zelf te praten. Hij spreekt, zegt hij, vrouwen die zeggen dit is gedwongen. Daar moet absoluut wat aan gedaan worden. En wie goed leest, leest ook in ons programma dat we daar aandacht aan besteden. Maar wat ik veel belangrijker vind zijn de vrouwen die zeggen dit is het werk dat ik doe. Ik wens daarvoor niet gecriminaliseerd te worden. Ik wens niet gestigmatiseerd te worden. Ik wens mijn werk op een veilige manier uit te voeren. Okay. En daar hebben wij... Ga ik nog een keer zeggen dat ik met de heer Seder eens ben dat wij als samenleving moeten kijken naar hoe gaan we met elkaar om. Welke waarden vinden wij in het intermenselijke belangrijk. Maar laten we dan niet ontkennen dat er groepen zijn die extra kwetsbaar zijn. Ik ga ze ook nog een keer noemen. Dat is in het geval van de prostitutie zijn dat de trans mensen. Ja. En over deze groep hoor ik ook veel te weinig politieke partijen. Maar dan wil ik aan u ook de vraag stellen als u nou in de gemeenteraad komt en u wilt hier iets aan gaan doen. Wat is dan uw eerste concrete voorstel waarvan u zegt, daar moeten we nu mee aan de slag? Nou, het allereerste dat ik ga doen is de dames en heren van uit de seksindustrie zelf uitnodigen, omdat ik vind dat zij aan de beleidstafel horen. Via Proud? Bijvoorbeeld, via Proud. De misstanden die we nu op de wallen zien, en ook daar vinden wij elkaar. Vrouwen en vrouwelijk schoon en vrouwelijk vlees, zoals u dat zegt, dat is geen attractie. Daar moeten niet een hoop dronken toeristen met elkaar langs lallen en deze vrouwen dehumaniseren. Maar het dehumaniseren zit voor de vrouwen die ik spreek, met name ook dus via Proud, dat zijn verenigde sekswerkers zelf, die zeggen het dehumaniseren zit voor mij niet in het werk dat ik doe. Dat zit voor mij in de manier waarop de samenleving met mij omgaat en mij criminaliseert. Ja. Dus het eerste wat ik doe is de sekswerkers uitnodigen aan de beleidstafel. Helder. Laatste korte reactie van u en dan gaan we naar uw thema. Ja, mevrouw Simons, ik sta hier niet als man te vertellen wat vrouwen zouden moeten doen. Dat heb ik ten eerste niet gezegd. Wat ik nu verteld heb, is wat ik van vrouwen zelf, een paar die uitgestapt zijn, een paar die nog in de prostitutie zitten, zij mij verteld hebben. En ze hebben ook verteld dat dit ook voor heel veel, het merendeel van de vrouwen geldt. Dat achter het merendeel van alle vrouwen, en dat zijn vrouwen die daar soms 8 jaar, 10 jaar zitten, die weten dat achter elke vrouw schuilt er een man die eraan verdient. Waar we aan voorbij gaan is dat de prostitutiebranche, de sekswerkers die verdienen hun geld, maar uiteindelijk is de branche is beheerst door mannen, voor mannen en voor de behoeften van mannen. En vrouwen worden daarin gebruikt om de behoeften van mannen te faciliteren. U zegt net dat
U bedoelt eigenlijk twee dingen. In uw verkiezingsprogramma staat daar echt niets in. Ik heb het echt gelezen, omdat ik daar verbaasd over was. U heeft het wel over slavernij over van een paar honderd jaar geleden, maar moderne slavernij zegt u echt niets over. Dus of u zegt dat het probleem kleiner is dan wat het eigenlijk is. En dat u daardoor dat niet belangrijk genoeg vond om dat in het programma te zetten. Of u zegt dat de personen wie ik gesproken heb, dat die overdrijven. Zal ik u een derde optie geven? U legt mij woorden in de mond. Dat is de derde optie. Wat ik zeg is dit. De vrouwen die ik spreek, namens bijvoorbeeld de vrouwen van Proud. Dat is gewoon een organisatie van sekswerkers. Mensen die de praktijk kennen. Ik doe niets af aan de ervaringen die u hier met mij deelt. Ik ga u ook niet in de mond leggen dat u zegt dat ik lieg. Dat is niet nodig. Wat ik zeg is dat deze organisatie heel goed in staat is. Die kent haar eigen branche goed. Die kent de misstanden goed. Die kent heel goed de noden. En wat deze brancheorganisatie zegt is: geef ons gewoon gelijke rechten. Maak ons ook juridisch weerbaarder voor het moment dat wij inderdaad die autoriteiten nodig hebben om bijvoorbeeld misstanden te melden. En laat het niet zo zijn dat meiden of jonge vrouwen dat niet kunnen doen omdat ze het gevaar lopen Simons, zelf ook aangepakt in uw te worden. Verhaal. En met Proud zitten we nog steeds met de situatie dat morgen er weer 600 vrouwen, minimaal, hè? Ik praat nu echt over minimale cijfers. Zal ik u eens wat zeggen, meneer Seder? U hoeft mij niets uit te leggen over uitbuiting van vrouwen. U hoeft mij niets uit te leggen over seksueel misbruik van vrouwen. Ik ben een vrouw. Ik weet heel goed hoe deze wereld werkt. Dus daar maak ik toch een klein beetje bezwaar. Maar u heeft in de politiek, heeft u daar niet in uw verkiezingsprogramma in. Op het moment dat we het over de politiek hebben. Wat u doet is, u bagatelliseert de vrouwen die ik gesproken heb. Ik geloof u. Oké, we moeten niet door elkaar gaan praten. Dat is heel lastig voor het publiek. De vrouwen. Maakt u uw zin af, meneer Seder? Maar dat dan Proud gaan overlaten. En Proud zegt, wij gaan voor gelijke rechten. Dan heeft het over iets anders. Waarvan vele vrouwen zeggen, die zeggen, ik wil dit niet meer. Ik wil geen 15 mannen over me heen. Ik wil stoppen. Ik wil kappen. En wat u aangeeft, u praat over gelijke rechten. En niet over uitstappen. Ja, meneer Seder, uw zin is klaar. Moet het stoppen met moderne slavernij. En ik hoop dat we elkaar daarin kunnen vinden. Daar zijn we het over eens. Nee, maar daar zijn we het over eens. Okay. Elke vrouw die geconfronteerd wordt met misbruik en misstanden, op wat voor manier dan ook, die moet weten dat de gemeente er voor haar is om haar te helpen dat leven weer op te bouwen. We gaan hem afsluiten, jongens. Laatste woorden. Dat vrouwen het verdienen om ook door de gemeente serieus genomen te worden, ongeacht het werk dat zij willen uitvoeren. Ik wil naar het volgende onderwerp toe, want ik denk dat we hier duidelijk de lijnen hebben uitgezet. En misschien dat er zo nog een vraag uit het publiek komt na afloop van het volgende onderwerp. Want mevrouw Simons, u wilde het hebben over vrouwenrechten. Ja. En over het recht op zelfbeschikking. Precies. En toegankelijke voorziening voor abortus. Precies. In het kader van het sluiten van de abortuskliniek. Nu is het zo dat ik vanochtend goed nieuws las. Namelijk dat de abortuskliniek weer open is. Ja. En dat vindt u een goede zaak, neem ik Absoluut. Aan. Waarom wilt u het er toch nog over hebben? Nou, omdat het is een prachtig bruggetje vanuit het vorige onderwerp. Omdat ik dus heel vaak mensen hoor praten over vrouwen en wat goed is voor vrouwen. En te weinig vrouwen zelf de kans krijgen om aan te geven wat goed is voor hen. Toen wij ons verkiezingsprogramma schreven, zagen we de aanstaande sluiting van de klinieken boven het hoofd van de stad hangen. En we maken ons daar ontzettend zorgen over. Omdat wij vinden dat elke vrouw, zeker in een stad als Amsterdam, toegang moet hebben tot die voorzieningen. Nou, gelukkig zullen die er weer komen. Daar zijn we heel erg verheugd over. Ik wilde het er toch over hebben, omdat natuurlijk het mij opviel dat in het programma van de ChristenUnie, als het nou gaat over vrouwen en zelfbeschikking, we daar ontzettend van mening over verschillen. Ja. We kunnen, want ik gok dat we daar niet uit gaan komen om een hele waardediscussie te hebben over abortus. Ik denk niet dat u daar heel veel nader tot elkaar komt. Dus ik wil heel graag uw reactie erop en u mag er ook nog op reageren. Maar laten we kijken wat we, zodra we in de gemeenteraad zitten, waar u allebei in komt, wat we nou concreet kunnen gaan doen. Bijvoorbeeld als abortus toegestaan is, wat gaan we dan doen voor die vrouwen die er zijn? En als er partijen zijn die daar, wat kunnen we dan als gemeente daarin doen? Laten we dat een beetje de spelregels van dit gesprek maken. Meneer Seder, u mag eerst nog reageren op de waarde, hè, wat u zei over we moeten opkomen voor die vrouwen, we moeten ze zelfbeschikking geven en daarna gaan we verder. Ja. Nee, ik ben het ermee eens dat als er een vrouw kiest voor een abortus, dat dat tenminste veilig gebeurt. Ik merk wel dat we vergeten, en ook in uw programma gaat u daaraan voorbij, dat abortus, dat maakt slachtoffers.
dat allereerst een vrouw die in een noodsituatie zit. Maar we vergeten ook de allerkwetsbaarste groep. Een groep die niet voor zichzelf kan opkomen, die ook nog geen stem heeft. Dat is het ongeboren leven. En ik merk dat we daar te weinig aandacht voor hebben. Ik ben hartstikke blij dat een vorig jaar eindelijk door vrouwen die daar een petitie voor hebben opgestart, dat 80.000 vrouwen het voor elkaar hebben gekregen, dat vrouwen die een miskraam hebben gehad bij een kind onder de 24 weken, dat die eindelijk ingeschreven kan worden in het basisregistratie en alsnog erkend kan worden als een menselijk wezen. Vind ik hartstikke mooi. Dat zijn vrouwen geweest die daar jarenlang voor gepleit hebben en het ook recht doet aan het geboren leven of het ongeboren leven. Ik denk dat als we het over abortus hebben, we het onlosmakelijk ook moeten hebben over het feit dat een abortus altijd slachtoffers kent. En dat zijn de vrouwen en een abortus die wordt zover ik weet nooit lichtzinnig gemaakt. Dat komt altijd, dat is heel vaak ook de moeilijkste beslissing. Vaak er komt pijn en verdriet bij kijken. Dus daar ga ik echt niet aan voorbij. Tegelijkertijd, als onze partij, die vindt elk leven waardevol. Dat heb ik net ook aangegeven bij het vorige punt. En dat waardevol leven, dat is ook het ongeboren leven. En daarbij merken we dat vrouwen die zwanger zijn, als we kijken naar de redenen waarom een abortus wordt uitgevoerd, er zijn heel veel, maar heel vaak komt het ook om een financiële reden. En dan denk ik dat we als gemeente, als Amsterdammers, dan vrouwen in de steek laten als we dat obstakel niet kunnen overwinnen. Ik ben hartstikke blij dat we in het regeerakkoord eindelijk hebben kunnen vastleggen dat we meer gaan doen voor vrouwen die vanwege financiële middelen hulp zoeken. Maar ik denk dat we dat ook in Amsterdam moeten gaan faciliteren. Goed idee, mevrouw Zinnig. En dat is iets wat is ik ook niet terugzie, want we hebben het over de symptomen, maar we hebben het niet over het feit dat we een vrouw echt een keuze zouden moeten kunnen geven. En daarbij ook bepaalde obstakels kunnen weggeven, zodat er geen slachtoffers zijn. Maar gelukkig hebben woorden ook effect. Dus mevrouw Simons, als meneer Seder het niet gelezen heeft, kunt u misschien uitleggen hoe u daartegen aankijkt? Nou, we zijn het zeker met elkaar eens dat het ongeboren kind, en zeker als het een ongewenste zwangerschap betreft, veel meer treft dan alleen moeder en ongeboren kind. Er is vaak ook een vader, er is ook familie. En geen enkele vrouw zal zo'n beslissing lichtzinnig nemen. Daar zijn we het met elkaar over eens. Maar de vrouw die zo'n beslissing wil nemen, zich om wat voor reden dan ook genoodzaakt ziet die te nemen, die moet die kunnen nemen in alle veiligheid. Dat staat buiten kijf. Natuurlijk is het zo, en ook daar zijn we het met elkaar eens, dat problemen, dat zei ik al eerder, niet op zichzelf staan. Die domeinen zijn vaak met elkaar verbonden. Dus ja, ook aan de voorkant. Natuurlijk gaat het ook over preventie. Natuurlijk gaat het ook over zorgen dat jonge mensen netwerken hebben waar ze op terug kunnen vallen. Desalniettemin blijft het gewoon staan dat op het moment dat het zover is, het kiezen voor een kind ook ongelooflijk grote gevolgen heeft voor alle betrokkenen. Vaak ook intergenerationele gevolgen. Niet iedereen is gezegend met dat netwerk, met bijvoorbeeld de financiën. Dus we moeten dealen met de realiteit die er is. En de realiteit, nou ja, nogmaals, gelukkig is het nu zo dat vrouwen weer een plek hebben in Amsterdam. Want laten we niet vergeten dat als we bijvoorbeeld praten over radicale gelijkwaardigheid, we ook rekening moeten houden met het feit dat als die faciliteiten er niet zijn in onze stad, dat vrouwen met geld, die geld hebben om te reizen naar een andere locatie, om daar een abortus te laten plegen, nou, die zijn dan geholpen. Maar als jij in Amsterdam Nieuw-West woont en je moet bijvoorbeeld naar Amsterdam Zuidoost, dan kan dat al een obstakel zijn. Dus het gaat er niet om dat wij propageren en toejuichen, maar we willen heel graag dealen met de realiteit die er is. En daarvan zeggen wij, vrouwen moeten dat recht gewoon hebben. Als ik u beide hoor, dan is er natuurlijk de fundamentele discussie waar u het in zekere zin oneens bent. Maar ik hoor bij u ook ruimte om voor vrouwen die bijvoorbeeld door financiële overwegingen zeggen, ik wil een abortus hebben, en bij u ook, daar moeten wij middelen voor geven, zodat het een eerlijke afweging is en niet geld een rol speelt bij het besluiten tot een abortus. Wij moeten als samenleving en zeker als gemeente altijd zorgen voor toegankelijkheid, vertrouwen, zodat vrouwen weten waar ze terecht kunnen, met wie ze kunnen praten. Maar al die procedures zijn heel goed omgeven in het besluitingsproces voordat je een abortus überhaupt mag plegen. Waar het mij vooral om gaat, is het recht van de vrouw, maar ook de mogelijkheid van vrouwen in Amsterdam om als het, om wat voor reden dan ook, want als we zeggen financiële redenen, een kind heb je voor de rest van je leven.
Een kind heb je niet voor een paar jaar. Je hebt het voor de rest van je leven. Je bent tot het kind 21 is sowieso financieel verantwoordelijk. Dus dat zijn best legitieme redenen, hoor, om te zeggen financiële redenen. Op het moment dat die beslissing genomen is, moet die mogelijkheid er zijn. Okay. Veilig. Tot slot, nog één keer meneer Seder en dan nog één keer maar u. Nogmaals, vanuit het punt dat elk leven waardevol is, ook het leven van vrouwen, maar ook van het ongeboren leven, is mijn opstelling dat echt elke abortus op zich, die is wat dat mij betreft één te veel. En de reden waarom is omdat je slachtoffers maakt. Vorig jaar zijn er 30.000 abortussen uitgevoerd in Nederland. Het jaar daarvoor waren dat er 33.000. Dat zijn voor mij 30.000 te veel. En dan waar ik naartoe wil gaan is dat we hebben het over recht van een vrouw, et cetera. En zoals ik eerder heb aangegeven, weet je, dat we moeten een vrouw in een noodsituatie, die moeten we helpen. Het enige waar ik wel mee zit, vooral ook in een stad als Amsterdam, is dat we te lang, te vaak hebben gehad alleen over een eenzijdige, niet eens een keus, want andere keuzes zijn er bijna niet. En dat is het beëindigen van een leven. En ik zeg, we moeten kijken naar andere opties, die zijn er ook. Ja. En als we om ons heen kijken, dan zien we dat iemand die zwanger is, ongewenst zwanger is, die het geld er misschien niet heeft, die zorg heeft over studie, over woning, over huisvesting. Dat zijn onderwerpen, volgens mij zei de Partij van de Dieren dat net, we zijn een van de rijkste landen ter wereld. Dat kan nooit een reden zijn om een leven te beëindigen. Dus ik zeg, we moeten geen vinger naar vrouwen wijzen. Maar als samenleving, als politiek, moeten om vrouwen heen gaan staan. En maar dat vindt u dan dat de gemeente moet helpen om de abortuskliniek in Amsterdam, dat er in ieder geval één abortuskliniek is? Want u zei, het voor noodgevallen vinden wij dat moet kunnen. Nou ja, wat ik aangeef... abortuskliniek? Dat de gemeente daarin moet steunen. Er is sinds gisteren een abortuskliniek. Ik weet niet of je weet hoe de vergunningenstelsel werkt, maar die hebben dat aangevraagd en op zich zijn die daar dan verantwoordelijk voor. Ja. Ik ben het. Elk abortus is één te veel. Dus dat vind ik. Tegelijkertijd vind ik het heel lastig om dan, en dat is wel het punt wat mevrouw Simons aangeeft, dat door hem niet op een locatie te plaatsen zoals hij nu is, hij is er nu. Oké, dat is een gegeven. Maar ik denk niet dat we daarmee, door hem wel of niet te plaatsen, of hem in een andere stad te plaatsen, daarmee het probleem ook echt oplossen. Want het probleem is dat een abortus altijd een slachtoffer met zich meebrengt. Okay. Of nou de vrouw is, of het kind. En we moeten het verhaal gaan veranderen. Okay. Ik zou hebben over keuze. Laatste reactie en dan gaan we naar vragen uit de zaal. Ik zou eraan toe willen voegen dat niet alleen een abortus altijd slachtoffers met zich meebrengt. Dat staat buiten kijf. Maar ook ongewenst kinderen brengen slachtoffers met zich mee. Sterker nog, kinderen die niet gewenst zijn, zijn vaak slachtoffer. Maar die leven wel. Ja. Goed. Zo lust ik er nog wel een paar. Dat vind ik echt. Daar wil ik heel graag op reageren. Zo lust ik er nog wel een paar. Je kunt niet zeggen dat je mensenlevens belangrijk vindt, maar de kwaliteit van dat mensenleven ondergeschikt vindt. Maar dat vindt. Zeg ik ook niet. Nee, maar daarom zeg ik nee, ook. Dat zeg ik niet. We zijn het met elkaar eens dat wij waarde hechten aan het leven. Zeker. Dat zijn we met elkaar eens. We zijn het met elkaar eens dat wij ervoor pleiten om ervoor te zorgen dat vrouwen, zeker jonge vrouwen, maar vrouwen van alle leeftijden, de keus voor kinderen wel overwogen kunnen maken. We zijn het ook met elkaar eens, simpelweg omdat het niet te ontkennen valt, dat er wel een sprake kan zijn van ongewenste zwangerschap. Om wat voor reden dan ook. Het is in onze optiek dan aan de vrouw, al dan niet samen met haar partner en andere betrokkenen, om daar een beslissing over te nemen. En als dat besluit is genomen, dan is het topprioriteit dat als er tot een abortus wordt besloten, die abortus veilig kan plaatsvinden en het liefst enigszins in de buurt. Goed. Zijn er vragen uit de zaal? Ik zie helemaal achterin, Eva, zie ik. Zag ik een vinger heel snel omhoog schieten. Dat betekent vaak dat er een urgente vraag is. Sorry. Deze vraag is naar mevrouw Simmons toe. Vindt u niet dat jonge mensen, jonge meiden er nonchalant mee zullen omgaan als ze zien dat abortus gewoon mag? Want meiden die ik om me heen spreek, vooral in Zuidoost, hebben het gewoon om reden gedaan, ja,
Ik wilde het kind niet en gaan vrolijk rond verder met hun leven. En mijn vraag ook is, als bijvoorbeeld uw moeder had gekozen voor abortus, gewoon om een nonchalante reden, dan denk ik dat u daar niet stond om te pleiten om een stem te laten horen voor uw achterban. Mevrouw, ik vind het eigenlijk best een ongepaste vergelijking en bovendien niet echt effectief. Het is zo hypothetisch, als ik niet was geboren, dan stond ik hier niet. Daar heeft u volkomen gelijk in. Maar de eerste vraag over het makkelijk... Ik kan me ook niet voorstellen, en daar zijn meneer Seder en ik het over eens, dat mensen een abortus heel nonchalant toepassen. Het is een ontzettend emotioneel proces. Je krijgt ook begeleiding, er is een wachttijd, je wordt voorgelicht over wat je precies gaat doen, wat het precies met jou doet. Elke vrouw die ook maar een eventjes zwanger is, krijgt te maken met hormonale veranderingen. En het lichaam zegt 9 van de 10 keer, en dat is best een ingewikkeld fenomeen, zal ik niet ontkennen. Het lichaam zegt ik ben zwanger, en zo voelt een vrouw zich dan ook. Ik denk niet dat jonge mensen daar lichtzinnig mee om zullen gaan, omdat het een hele ingrijpende gebeurtenis is in het leven van mensen. Wat ik wel zou willen zeggen, en ik denk dat wij het daarover eens zullen zijn, is dat preventie, voorlichting, hoe voorkom ik ongewenst zwanger worden, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. En daar wordt in Nederland ook al ontzettend goed aandacht aan besteed. En als dat beter moet, dan zijn wij daar natuurlijk voor. Maar het is mijns inziens, en ik heb de cijfers niet, we gingen vandaag niet al te veel cijfers over tafel gooien, ik heb ze ook niet paraat, maar de makkelijke aanname dat mensen makkelijk doen over abortus, die verwerp ik eigenlijk. Ik herken dat niet. Meneer Seder? Nou ja, ik weet niet van welke achtergrond u heeft. Maar het is wel zo dat als we kijken naar de abortuscijfers, dat de Surinaamse en de Antilliaanse gemeenschap oververtegenwoordigd is. Of tenminste meisjes die een abortus plegen. Die zijn de grootste groep. En ik denk inderdaad wat mevrouw Simons aangeeft, daar zit ook een stuk kennistekort in. Maar het is ook een stuk kennistekort wat we met elkaar in stand houden. Ik heb net bewust ben ik begonnen over het feit dat het ongeboren leven erkenning verdient. Want ik kan me voorstellen dat het een moeilijke keuze is. Maar op het moment dat jou verteld wordt dat het geen menselijk leven is en dat het niet meer is dan een klompje cellen en maak je niet druk, en die verhalen heb ik ook persoonlijk gehoord, dan ga je door middel van verkeerde informatie voor voorziening, kan je ook bepaalde keuzes dan maken. Maar dat is wel op basis van verkeerde voorzieningen. Ik raad informatie. Ik raad er ieder aan om naar de website van de Rijksoverheid nu te gaan of straks. Wat daar staat bijvoorbeeld dat een abortus volgens de wetgeving mag tot 24 weken. Okay. Dat klopt dus ook niet. Dus zelfs de overheid snapte niet zo. Ja, dat snapte niet van staat er al. Ja, dat klopt gewoon niet. Maar ik snap wat u bedoelt. En ik denk inderdaad dat we ook kennistekort dat ook moeten aanpakken. Maar dat is ook iets wat we de afgelopen jaren met heel veel groepen en partijen soms in een soort propaganda, op een onzuivere wijze neutrale informatie hebben. Het punt is helder. We zijn ondertussen in blessuretijd, dus ik zou zeggen dat we nog twee vragen doen. Ik zie hiervoor twee mensen die meteen hun vinger omhoog hadden, dus laten we hier even naartoe gaan. En daarna is er vast nog ruimte voor vragen aan de bar. Eerst die meneer en dan kom ik bij u voor de laatste vraag. Ja, goedenavond. Mijn naam is Frits Rauwvoet. Ik werk al zo'n 12 jaar in de Red Light district van Amsterdam, waar ik vrouwen heb mogen helpen om uit de prostitutie te komen, dan wel onder een mensenhandelaar vandaan of de maffia. En ik heb een vraag voor mevrouw Simons, die eigenlijk heel makkelijk beantwoord kan worden met ja of nee. Ik nodig u uit om een keertje met mij mee te lopen, met vrouwen in gesprek te gaan, die van de hele grote meerderheid, in plaats van die hele kleine minderheid die hun stem kunnen laten horen, maar van die grote meerderheid die geen stem hebben. Dan nodig ik u vooruit. En u wil een ja of een nee horen of mag ik gewoon de uitnodiging aannemen? Nou, bij deze. Dank u wel. Kijk. Dank u wel. Van dat type vragen kunnen we er wel 100 hebben, maar we gaan alsnog, krijgt u de laatste vraag, mevrouw. Dus meneer, u heeft uw vraag net gehad. Ik ga eerst naar die mevrouw toe. Ik ga eerst naar die mevrouw toe. Ik ga maar beginnen. Ik wil even wat recht trekken. Ik was niet van plan wat te zeggen vandaag. Maar
Mevrouw Simons, ik denk dat ik kan spreken uit ervaring. Op 17-jarige leeftijd had ik ervoor gekozen om een abortuspil te slikken. Daarvoor ben ik niet een traject ingegaan. Ik heb geen wachttijd gehad. Ik ben naar de huisarts geweest. Wil je een abortuspil? Ga maar naar de abortuskliniek. Die afspraak was zo gemaakt. Mijn ouders werden niet op de hoogte gesteld. Dus het is niet zo dat je een cirkel hebt, een veilige omgeving. En ik heb tot de dag van vandaag wel spijt van die keuze gehad. Als 17-jarig meisje sta je heel anders in het leven. Dus ik ben er totaal niet mee eens van ik denk niet dat vrouwen daar licht mee omgaan. Als jong meisje heb ik gewoon die verkeerde keuze gemaakt. Tot de dag van vandaag heb ik daar spijt van gehad. Ja. Dus het is niet zo dat je in een traject zit, je krijgt een wachttijd. Dat is er niet. Nee, zeker niet als we het hebben over de abortuspil. Wel als we het hebben over een curettage. Daar had ik het over. Ik had het niet over de abortuspil. Dus dat is dus ook een groot verschil. Het onderwerp abortus is heel emotioneel. Voor wie het ooit heeft meegemaakt, zal het altijd een event blijven, een levensevent. Voor iedereen die überhaupt voor de keuze heeft gestaan. Ik ken ook moeders die zeggen, ik stond ook voor die keuze op jonge leeftijd en ik heb mijn kind laten komen. Met verschillende emoties daarbij. Dus dat het een emotionele discussie is, dat staat buiten kijf. Wat ik zou willen vermijden, is het oordelen over het maken van die keuze überhaupt. Het veroordelen van jonge mensen die kinderen willen krijgen, daar zou ik van willen wegblijven. Het stigmatiseren van tienermoederschappen bijvoorbeeld, daar zou ik van willen wegblijven. Maar datzelfde geldt voor mensen die een andere keus maken. Ook het stigmatiseren van die mensen, daar zou ik ook van willen wegblijven. Waar het ons om gaat, is de keuzevrijheid. En inderdaad, zorgen dat er goede begeleiding is. Zorgen dat een huisarts, en als jouw huisarts dat niet heeft gedaan en jou niet heeft uitgelegd wat die pil met jou fysiek alleen al gaat doen. Want ik neem zomaar aan dat je ook fysiek de gevolgen van het slikken van die pil hebt gevoeld. Dan heeft jouw huisarts het gewoon niet goed gedaan. Maar ik wil wegblijven van het oordelen over überhaupt het maken van die keuze. Wat je ook kiest, er dient voor jou een netwerk te zijn en er dient voor jou een mogelijkheid te zijn om die keuze te maken die jij graag wil maken, omdat je die zelfbeschikking hebt. Daar gaat het om. Ja, oké. Okay. Ik denk dat we het hierbij gaan laten. Don, heb jij nog een hele laatste opmerking? Ik zou... Ja, ik... Goed. Ja. 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 En weet je wat het is? Er zitten elke keer... U heeft uw punt gemaakt. We hebben u gehoord, maar ik ga u hier afsluiten. Meneer. Nee. Iedereen is hier welkom om zijn zegje te doen, maar we houden wel respect voor elkaar in acht. Ik wil u vragen om, zometeen wil ik met u daarover doorpraten. Misschien dat er nog meer mensen zijn die daarover willen doorpraten, maar we gaan het nu afsluiten, omdat ik vind dat we wel met respect met elkaar moeten omgaan. Zeker. Ik ben heel blij. Volgens mij heb ik u met respect behandeld. Vind ik vervelend als u dat niet zo ervaren heeft. Ga ik zo met u over doorpraten, maar we gaan het nu afsluiten. Ik ben namelijk heel blij dat we... Het was een beetje een ander verkiezingsdebat dan we vaak hebben, want we hebben het heel vaak over de woningmarkt. Maar ik ben heel blij dat we vier thema's hebben kunnen bespreken die niet zoveel aan de orde zijn gekomen. Ik hoop dat die nog veel vaker aan de orde komen, of het nou klimaat, democratisering, hoe we omgaan met vrouwenrechten in de stad, of hoe we omgaan met het prostitutiebeleid in de stad. Ik wil de lijsttrekkers... Jonas van Lammeren, Jelle de Graaf, die als het goed is op de fiets nu bijna weer hier bijna is. Weer terug is. Sylvana Simons en Don Seder, hartelijk danken. Geef ze een warm applaus en tot de volgende keer. Dank je wel. Dank Don. Dank je wel.